opzichten. En een prettige voortzetting van het kerstfeest van Thea Driebergen. Dankjewel, Gerald. Graag gedaan. Ja, volgens mij heb ik jou s'nachts nog een keer gesproken, hè? Hey, goedjes, tot dadelijk. Hey, ja, natuurlijk, Gerald, ik herken jouw naam onmiddellijk. Zelfs als zou je je kool niet noemen, dan weet ik je kool niet, maar je naam wel, hè? Ja, dankjewel, jij ook, en dankjewel voor de condolences. Ik word erg gewaardeerd. Er is een groep amateurs die doen dat. En die belagen je niet, maar die zijn positief. En dat vind ik erg leuk, hè, Gerald? Dat doet me altijd goed. Dat er toch mensen zijn die zo zijn, hè? Die gewoon anders in elkaar zitten. Dan de ettenbakken en de trollen en de leugenaars en de haantjes en de... Weet je, daar ben ik helemaal klaar mee. Maar goed. Oké, Gerald. Lex, ik ga hem loslaten. Gerald, jij krijgt de microfoon terug. Lex, je had al afscheid genomen. Ik ook, hoor. Want dan kan Hans dadelijk zijn ronde beginnen. Dankjewel, man. Wij spreken elkaar, want wij moeten System Fusion samen gaan uitproberen. Want ik snap er geen reet van, Lex, maar dat komt later, hè. Dat komt later. We gaan gewoon eerst eens even luisteren en dan misschien vanavond nog even lekker toeteren in de Shack. Want ik ben Shack is ook een puinhoop trouwens. Is ook een pijpela. En die andere kamer is een nog grotere rotzooi, waar al die rotzooi lichten. Oké, Gerald, pak hem terug. PA3, BRG, PD0 en Ali, PD3. Heel erg. De ronde, om het maar kort te houden. Van PA3 BRG. Ja, Eve, voor jou in het bijzonder. Ik doe dat graag, hè. Nou ja, ook in minder omstandigheden. Daar zijn we toch radiovrienden onderling voor. Althans, ik ben er nog van een generatie waarbij we elkaar zien en horen als radiovrienden. Goed, allerbeste en ondanks alles en tot wellicht vanavond van PA3 BRG. En van P1AU, nog een fijne dag verder. Ad, dankjewel. Ja, leuk is, Gerald, er zijn zoveel vrienden en zoveel kennis heb ik. Die we te goede trouw zijn, hè. Dat het is altijd een prettig idee. Nou heb je Ad weer, hè. Geachte collega. Ad, dankjewel. Ik wens je een hele goede kerst. Jij de micro. Ja, dankjewel. Ja, ik ga er van tussen, want zo dadelijk begint die ronde. Maar dat wordt een juridisch positief jaar, denk ik, voor de nog. Fijne dagen, of fijne dagen. Fijne tijd verder nog aan ieder die luistert. Van P1ARU, groeten 73 en bye bye. Hallo allemaal en tot werkens. Ja, oké. Ja, ook fijne dagen. We moeten nog even kort naar Ad terug. Ad, het is voor mij ook juridisch een goed jaar geweest. Maar er zit toch het een en ander aan te komen. En dat is bij jou ook zo. En dat vind ik altijd wel leuk. We zullen nog lol hebben hoor, Ad. Absoluut. Komt goed. Want ik wil jou ook graag zien in het nieuwe jaar. Dat komt helemaal goed. Dan gaan we bij elkaar zitten. Dan gaan we eens een paar dingen... We beginnen met Prodeo. En daarna gaan we gewoon geld rekenen. Wat vind je daarvan? Sowieso al. Hè. Nou ja, ik heb al een juridisch bureau. Hè, dus het maakt niet uit. Komt allemaal goed, hè. Ja, weet ik. Ad, komt goed. Bye. India 2. Bye bye. Oscar Sierra. Ad, ook fijne dag nog van Lex. Dankjewel Lex, eens gelijk. Oké, bye bye. Goedemiddag en welkom bij de PI2 NOS kerstronde van 2015. Gewoonlijk wordt deze ronde geleid door Berend, PD1 ALO, een door de wol geverfde rondeleider, mogen we zeggen. Maar Berend kan echter dit jaar door omstandigheden dit niet doen. Dus jullie zullen het met een iets minder ervaren rondeleider moeten doen vandaag. Dan even een paar regeltjes. De bedoeling van deze kerstronde is dat iedereen de beste wensen aan elkaar kan overbrengen en dus niet dat er één op één QSO's uit voortvloeien. Hou het dus kort en krachtig, zodat zoveel mogelijk stations de kans krijgen om zich in te melden. Vorig jaar logde Berend bijna 100 stations. Maar sinds die tijd is er een flink aantal ontvangers bijgekomen. En het zou dus best kunnen zijn dat, ondanks alle goede bedoelingen mijnerzijds, niet iedereen aan de beurt komt. EchoLink stations worden verzocht om geen pogingen te doen om zich ertussen te wurmen.
volkomen zinloos door de vertragingen waar de meeste Echolink clients last van hebben. In plaats daarvan geef ik eens per 10 of 15 minuten Echolink stations specifiek de gelegenheid om dat te doen. Ik ga proberen een stuk of 5 stations achter elkaar te loggen en die vervolgens de microfoon te geven. Rest mij verder niets anders dan jullie allemaal namens het team van PI2NOS fijne feestdagen en een gelukkig 2016 te wensen. Dit is PD0AC Papa Delta 0 Alpha Charlie met de PI2NOS kerstronde van 2015. Ik ga nu de microfoon loslaten en kijken of ik de eerste stations kan loggen. November Lima, India. Tokio, Mexico. Papa Alpha 8 Charlie. 9 Foxtrot. PHV. Goeiebeek. Mike. PH druk maar Delta 5 Echo. PD 5 VEN. Papa Delta 3 Juliet Delta Mexico. Ja, Juliet Delta Mexico is de laatste. Nou, dat zijn er al een stuk meer dan 5. De eerste die ik hoorde, die uit de QRM naar boven kwam drijven, dat was PPA2PBT. Ga je gang, Peer. Ja, dankjewel, Hans. PD0, nou ja, goed, P2NOS of PA2PBT. Iedereen de beste wensen. Ook alvast voor jullie nieuwe jaar gefeliciteerd. En ik blijf met belangstelling luisteren. In ieder geval retour. Ja, dankjewel, Peer. PP2PBT. Het hele rondje, PD0AC. En jij ook de beste wensen terug. Hè. De volgende was PD0NLI. Ga je gang. Ja, goedemorgen allemaal. Dit is Papa Delta in november Lima, India. Ik wil iedereen ook eventjes het beste wensen nog voor de tweede kerstdag. En hopen dat je ook een leuke kerstdag, eerste kerstdag hebt gehad. Verder een heel gezond en gelukkig 2016. En heel veel succes ook. En dat was het van mijn kant. Ik heb al een paar bekenden gehoord, dus, maar het geldt uiteraard voor iedereen natuurlijk. Hè. Daarom. Naam deze kant is Lex, Lima Echo X-Ray. Ik blijf meeluisteren. Mocht ik over een uurtje of anderhalf, of ik weet niet hoe lang het duurt, weg zijn, dan heb ik wat andere verplichtingen gehad. Hè. Daarom. Microfoon even retour naar jou, Hans. PD0AC, de kerstronde, Papa Delta 0 november, Lima India. Ja, dankjewel Lex. Ook de beste wensen uiteraard van het team van PI2NOS, wat inmiddels net zo landelijk dekkend is als de repeater zelf. Hè. De volgende op mijn lijstje was alleen een suffix, dat was Tango Mike. Ga je gang. Papa Delta 7, Tango Mike. Ja, dankjewel. Uiteraard voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar en verder nog een prettige kerst. En speciale wensen naar Berend, PD1 ALO. Ik ga ervan uit dat hij... in ieder geval wel aanwezig zal zijn en anders toch wel meeluistert. Bedankt vanuit Sleewijk. De naam is Hein, Hotel Echo, India November. Bye bye. Ja, dankjewel Hein. Uiteraard ook de beste wensen van het team. PD0AC met de kerstronde van PI2NOS 2015. De volgende die uit de QRM naar boven kwam drijven was Stan, PA8C. Ga je gang, Stan. Hallo Roger, Hans, goedemorgen iedereen. PI2NOS, of moet ik zeggen PD0AC, HI. Geen enkel probleem. Hè? Iedereen de beste wensen uiteraard voor deze mooie kerst. Vrienden, bekenden en minder vrienden en weet ik wat niet meer allemaal. Maar laten we het vriendelijk houden. Iedereen hele beste kerst gewenst. En uiteraard ook de beste wensen voor het nieuwe jaar. Naam is Stan, QTH Haar Zuilens. Dan weet iedereen die meeluistert dat ook gelijk. Hans, fijne dag verder en de beste wensen ook uiteraard voor alle vier voetertjes die er rondlopen op deze wereld. Van papa Alpha 8 Charlie. Ja, dankjewel Stan en jij ook uiteraard de beste wensen. Hè? En we spreken elkaar ongetwijfeld nog wel voordat het nieuwe jaar zich aandient. De volgende op de lijst was ook alleen een suffix, maar nou kan ik mijn eigen handschrift niet lezen. Dat was of Golf Foxtrot of Golf Papa. Dat haalde ik er even uit. Ik probeer zo snel mogelijk mee te schrijven, maar het is af en toe buitelt alles natuurlijk over elkaar heen en daar kan niemand wat aan doen. Hè? Dus Golf Foxtrot of Golf Papa, ga gang. Dacht 9 Foxtrot, klopt dat Hans? Ja, oh kijk, zie je, dan heb ik de 9, daar heb ik een golf van gemaakt. 9 Foxtrot, mijn excuses, ga gang.
Goedemorgen Hans, ik dacht het wel, want ik zat achter Stan namelijk zo doen. Ik denk dat heeft hij inderdaad verkeerd geïnterpreteerd. Goedemiddag iedereen, even over 12 uur. Vanuit Gorkum wens ik iedereen hele fijne kerstdagen. En heel voorspoedig 2016, ik luister met veel plezier mee in de ronde. En voor een ieder die mij kent, de situatie is aan de betere hand. Het is nog niet helemaal optimaal, maar het gaat langzaam maar zeker beter. Dus om heel in het kort even terug te komen, Hans. Ik wens je heel veel succes met de ronde. En voor iedereen die luistert, nogmaals fijne dagen. En een fantastisch 2016 van Papa Alpha 9 Foxtrot. De hendel aan deze kant is Gert aan de microfoon. Hans, retour naar jou. PD0 AC, PA 9 Fox. Ja, dankjewel Gert. PA 9 Foxtrot, PD0 AC, kerstronde, PI2 NOS, 2015. Ik weet eigenlijk niet welke callsign ik nu gebruiken moet, want er zijn helemaal niet eens afspraken over gemaakt. Dus ik zal maar gewoon mijn eigen call gebruiken. En die moet ik toch sowieso af en toe noemen. Hè. Dankjewel voor de beste wensen, Gert. Ik weet niet wat er medisch met je aan de hand is, maar dan wens ik je het allerbeste toe voor het nieuwe jaar, hè. De volgende op de lijst, Papa Delta 5 Echo, ga gang. Ja, goedemiddag iedereen. Papa Delta 5 Echo, naam is Erik. Ja, hij is Groningen. Dat is iedereen de beste wensen voor 2016. Ik wil even mee te kijken op het kaartje naar de multilaterale experimenten. Dat is hartstikke leuk, zeker omdat er zoveel e-mailers zijn. Om even te kijken of dat een beetje klopt met waar iedereen zit. Nou, microfoon even retour, PD0 AC van Papa Delta 5 Echo. Ja, dankjewel Erik. Het is een tikje ruiserig, maar het komt er verder prima overheen. Hè. En uiteraard de beste wensen van het hele team. De volgende lijst is Sven, mede Almeerder. Als ik het goed heb, PD5 VEN, het rondje PD0 AC. Ja, Hans, dat was ik, PD5 VEN, Sven uit Almere. Pas sinds 3 jaar, ik kom eigenlijk uit Hilversum, 50 jaar in Hilversum gewoond, maar Almeerder en trots Almeerder. Ik wens iedereen een heel fijn nieuwjaar. Ik hoop dat iedereen snel de geur van gecremeerd vlees uit zijn huis krijgt de komende dagen. En voor iedereen heel veel gezondheid, dat is het belangrijkste. Terug naar jou, Hans. Ja, dankjewel Sven. En jij ook de beste wensen. En zet de ventilator maar op stand 3, hè. Dan verdwijnen die luchtjes vanzelf wel. Dan de laatste op mijn lijst. Die ik kon loggen was een suffix en dat was Juliet Mike Lima. Ga je gang. Geen Juliet Mike Lima meer. Nog één keer proberen. Ja, misschien dat ik dat ben. Papa Delta 3 Juliet Delta Mike. Kan dat kloppen? Nee, Juliet Delta Mike. Nee, dat verschil is te groot. PD3... Juliet Delta Mike, nou, je hebt nu toch de microfoon, hè? Goeiedag, ga je gang. Ja, goedemorgen, of goedemiddag Hans, PNL HC, PD3 EDM. Naam aan deze kant Jeroen. Kutia Vlissingen, het zonnige Vlissingen, 12 graden op dit moment. Ik wens iedereen in ieder geval nog een goede tweede kerstdag toe. En een radioactief 2016. En alles wat wenselijk is, jullie kant op. En succes met de ronde, Hans. PNL HC, Papa Delta 3, Julia Delta Mike. Ja, dankjewel Jeroen. Jij ook de beste wensen. Spd 0 AC, Papa Delta 0 Alpha Charlie. Ik ga weer een aantal stations loggen. Ga je dus gang. Papa Delta 3 Mike Echo Tango. Goedemorgen. Spd 3 AE Echternet. Papa Alpha 3, Bravo Delta Delta. Goedemorgen. Delta 2 Mike Uniform Lima. 5 Hotel Whiskey. Dank. Hotel Fox Echo. Dank je. Papa Delta 7 Charlie. Papa Delta 4 Romeo Kilo. Papa Delta 2 Whisky Oscar Golf. 3 hebben zij. Charlie, Alpha Yankee Quebec. Ja, dan heb ik er alweer. Nou, dat schiet al op. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, ik heb er eigenlijk al 10. De eerste die ik hoor was een Roland PA3 MET. Ga je gang. Ja, goedemorgen. Nou, bij deze de beste wensen allemaal. En speciaal ook naar Gert, hè. Dat gaat allemaal wel weer goed komen. Het is PA3 MET. Ja, dankjewel Roland. En wij spreken elkaar natuurlijk ook regelmatig, hè. De beste wensen voor het nieuwe jaar. En dat je e-commerce maar lang en goed mag doen, hè.
Dat was even met een AI. Het volgende was PD3EEF. Evert, vijfgang. Dankjewel. Iedereen, ik houd het heel kort, want het is erg druk. Hans, duidelijk. Jij en het team. Heel veel succes in het nieuwe jaar. Met de palen, zoals dat heet. Iedereen een hele goede gezondheid. Wat Sven zegt is waar, eerder al. Belangrijk dat er is. Goede gezondheid en wees vriendelijk tegen elkaar. Wees vriendelijk tegen elkaar. De groeten van PD3EF Hans terug naar de tour. Ja, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Even, jij hebt de beste wensen voor het komende jaar. En we spreken elkaar regelmatig. Hè. Volgende station heet ik alleen een suffix. Mike Juliet Lima. Ga je gang. Dat is waarschijnlijk Mike Uniform Lima. Dit is Papa Delta 2, Mike Uniform Lima. Dag Hans, naam is Ruud. Allemaal een heel bijzonder gezond zend- en ontvangjaar. Bijzondere dank aan het repeater-team voor hun onvoorstelbare inzet. Dit jaar en ook nog de tijd die gaat komen. 73, Papa Delta 2, Mike Uniform Lima. Ja, dankjewel Ruud. Ja, het is inderdaad mijn eigen handschrift. Ik probeer razendsnel te schrijven. Maar zo snel als de mensen zich inmelden, kan ik haast niet schrijven. En dan rolt daar een doktershandschrift uit. Dankjewel Ruud. En ook jij de beste wensen natuurlijk. Hè. De volgende was Hotel Fox Echo. PD0 ervoor, dacht ik. Ga je gang. Ja, goedemorgen Hans. Papa Delta 2 Hotel Fox Echo. Ik wil iedereen de beste wensen wensen voor 2016. Uiteraard een fijne tweede kerstdag voor wat er nog van over is. En ja, voor de rest ook voor alle luisteramateurs die hier op luisteren zitten natuurlijk ook fijne dagen nog toegewenst. En bijzonder naar Henk en Jeanette in Slootdorp. En uiteraard naar jou Hans. Cheerio en ik luister lekker mee. Ja, dankjewel. Wil je nog even je voornaam geven voor iedereen? Oh, dat is Kees, Kilo Eco Eco Sierra, QTHS Annapolona, momenteel. Ja, dankjewel Kees, jij ook de beste wensen uiteraard. Hè. Gaan we meteen door naar 7 Charlie. DX, sporadic E, now up to 6 meters. Oké, PD 7 Charlie vanuit Rotterdam. Goedemiddag, is het nou. Ik wil iedereen ook even de beste wensen wensen. En met name ook PN9 Fox. Dat hij snel mag opknappen. Ja, dat was het eigenlijk. Bedankt. En namens mij ook de jongens van NOS ook heel erg beste 2016 toegewenst. Dankjewel. Ja, graag gedaan naar PD7C. Nog even je voornaam graag, dus schrijf ik die ook even op. Mijn voornaam is Arjan, Alfa Romeo Juliet Alfa November. Ja, dankjewel Arjan. Gaan we meteen naar de volgende lijst, PD4 Romeo Kilo. Ja, goedemiddag. Iedereen ook de beste wensen alvast toegewenst. Mijn voornaam is Ron, uit de Lier, Westland. En ik luister gezellig mee. Het is de eerste keer dat ik mij inmeld hier zo. Ja, oké okay, Ron. Nou, van harte welkom. En het is voor mij de eerste keer dat ik deze ronde doe. Dus af en toe zal er wel een ruw randje aan zitten, hè. Ook de beste wens uiteraard en ga ik meteen naar de volgende op lijst waarvan ik alleen de suffix heb en dat is Whisky Oscar Golf. PD08CPI2NOS, de hele ronde voor iedereen van Papa Delta 2 Whisky Oscar Golf. Het allerbeste gewenst en veel gezondheid vooral en dat gaat ook uit naar PA9F, mijn naamgenoot. Want ik heet ook Gert Golf Echo Romeo Tango, QTA Kesteren. Terug naar jou Hans, PD0AC van PD2 WOG. Ja, dankjewel Gert en uiteraard ook de beste wensen van het team hier. Hè. En dan ga ik meteen naar de volgende, dat is 3 Fox Yankee, 3 FSI. Dit is PD0AC, ga je gang. Ja, oké. Okay. Goedemorgen van Papa Alfa 3 Foxtrot, Sierra Yankee, PA3 FSI. Namens Dirk en Kutia's Zevenbergen in West-Brabant. En voor iedereen ook de allerbeste wensen. En misschien kan je nog noteren, zoveel dames zijn er niet, denk ik, QRV. PD0RLC is ook QRV, hè, Suzanne? Misschien kan die straks ook nog in het lijstje opgenomen worden, hè? Maar dank voor het te woord staan. Ik vind het erg leuk dat heel Nederland te horen is via deze repeater. Dat komt vroeger alleen via de 80 meter.
Of ja, nog heel vroeger in de jaren 60 via PE3AMR, hè? Die reikte toen ook zover. Maar dat is al die jaren niet meer gezien, dus vind ik geweldig leuk. Dank voor iedereen en microfoon retour. Het is Papa Alpha 3, Foxtrot Sierra Yankee. Ja, dankjewel Dirk. Ik heb opgeschreven PD0, RLV, hè, was het. Nou, dan geef ik die ook even de microfoon, stop ik die even aan de staart hier. Ja, de tijd van de A, maar dat is alweer een hele tijd geleden. Deze, die Pieter, komt toch nog iets verder. Om precies te zijn wat ik gelogd heb en wat de beheerders ook gelogd hebben, is van Calais tot en met onze eigen eilanden. Dat is ongeveer de range op dit moment van de ontvangers en de zenders. De volgende op lijst is Alpha Yankee Quebec. Ga je gang. Alpha Yankee Quebec was, dan heb je op dit moment geen modulatie. Probeer het nog één keer, anders ga ik even naar de volgende in de rij. Ja. Dit is Papa Alpha 3 Alpha Yankee Quebec. Ik hoop dat het nu wel lukt, ouwe. Ja, nou lukt het. Papa Alpha 3 Alpha Yankee Quebec. Het rondje PD0AC, kerstronde 2015 van PI2 NOS. Ga je gang. Ja, dankjewel. Papa Alpha 5 Delta Sierra. Pot, ik weet het ook niet. Zo zie je me weer goed. En maar ik wens iedereen uiteraard een goed jaareinde. Houd 10 vingers. En een heel goed nieuw jaar toegewenst met goede DX. En vooral een rustig jaar. Hè. En de naam is overigens Evert en het QCA is Leusden, over. Ja, oké, dankjewel Evert. Jij ook de beste wensen en welkom in deze ronde uiteraard. Dat is het laatste op mijn lijstje voordat ik weer nieuwe inmelders ga opschrijven, of althans proberen, was PD0RLV, als ik het goed heb. Een IL, dus dan pakken we die even. En na de volgende reeks stations ga ik even gelegenheid geven voor de Echolink stations. Dus PD0RLV, ga je gang. Ja, goedemorgen heren. Dit is PD0RLC, dus Romeo Lima Charlie. Namens deze kant is Suzanne en ik wens ook iedereen een heel fijn en gezond 2016. En verder luister ik op de achtergrond mee. Ja, dankjewel Suzanne. Suffix is gerepareerd op papier. Dus je staat ook gelopt. Er zijn verder geen QSL-kaarten of zo aan verbonden aan dit hele gebeuren, maar ik probeer een beetje de log bij te houden. Papa Delta 0 Alpha Charlie met de PI2 NOS kerstronde 2015. Ik ga weer een aantal stations loggen. Na deze reeks gaan we specifiek even de Echolink stations de kans geven om zich in te melden. Dat gaat normaal natuurlijk nooit goed vanwege de vertraging van de clients. Hè. Dus PD0AC op luisteren. Ga je gang. Papa Echo 9 Whisky. Papa Echo 1 November Sierra Mike. Papa Alpha 3, Bravo Delta Delta. Go X-ray. Echo 9 Delta X. 3 Echo Lima Quebec. 1 Alpha Delta. Het gaat me iets te snel, ik mis er een paar. PD0AC. Ik eens even kijken, het gaat niet helemaal goed. Ik moet razendsnel zien te schrijven, want jullie zijn ook razendsnel met inmelden. Ik kan er nog een paar bij hebben. PD0AC. PD0RBO. Papa Echo 2. Alpha Echo X-ray. Papa Echo 9 Delta X-ray. 1 Alpha Delta. 3 Echo Lima Quebec. Ja, eens even kijken. Heb ik alweer een flink aantal van de mogelijke één suffixies die niet klopt, die ik opgeschreven heb. Maar ja, vergeef mij dat, het gaat vreselijk snel, hè. Papa Echo 9 Whisky, ga je gang. Ja, goedemiddag Hans.
van Papa Echo 9 Whisky namens Kees Kilo, Echo, Echo Sierra. Locatie Nieuwegein Zuid. Ik wil iedereen prettige kerst nog wensen voor zolang dat duurt. En de rest van het jaar radioactief veel plezier. Maar zeker voor het volgende jaar alle beste wensen voor de luisteraars en voor de zendamateurs van deze frequentie. In ieder geval bedankt voor het leiden van de ronde, Hans van Papa Echo 9 Whisky. Ja, dankjewel Kees. En jij natuurlijk ook de beste wensen. Hè? Volgende op de lijst is PE1NGV. Dank dat ik had staan. November, Golf Victor. Nee, blijkbaar niet. November, Victor Delta. Gaat snel zo. PA3BDD, Bert uit Huizen. Ja, goedemiddag Hans. De beste wensen vanuit Huizen natuurlijk voor de kerstdagen. En vooral volgend jaar, dat we maar vaak weer contact met elkaar mogen hebben. En dat geldt ook voor alle medeluisteraars. Gezellige hobbybedrijven met elkaar. Elkaar ondersteunen en maken er een gezellige hobby van. Hè. Dan heeft iedereen er namelijk wat aan. Goed. De wensen hiervan, en ik stuur de microfoon even naar je terug om het een beetje kort te houden, Hans. HC, PR3, Bravo, Delta, Delta. Ja, dankjewel Bert. Ik loop al aardig uit met de tijd voor de Echolink-stations, hè, zie ik. Maar het gaat ook wel heel erg hard, hè. Uiteraard weer tot horen en tot ziens, Bert, en de beste wensen. PE9DX, ga je gang. Ja, Roger, bedankt Hans. De naam hier is Johan, QTH is Drieborg. Dat is in het zuidoostelijk puntje van Groningen. Ik wens uiteraard iedereen een prettige tweede kerstdag. En ook alvast een zalig uiteinde. En Hans, ik moet zeggen, ik had bij jou een heel ander persoon voorgesteld dan op de foto die ik gisteren hier op Hobbyscoop zag. Hè? Maar ontzettend leuk om nou ook een gezicht bij de stem te hebben. Bij de 0AC van Papa Echo 9 Delta X-ray. Ja, prachtig Johan, maar dat heb ik eigenlijk altijd met iedereen die ik alleen maar spreek en dan op een beurs tegenkom. En dan kijk je naar, wat is dat hem of dat haar? En je maakt je altijd een hele verkeerde voorstelling, hè. Een stem zegt helemaal niets over het uiterlijk. Maar ergens in ons achterhoofd proberen we altijd een soort van, een bepaald figuur erbij voor te stellen. Hè. En meestal klopt er helemaal geen ene malle moer van, hè. Johan. Oké, in ieder geval bedankt voor het inmelden. En dit is dan wel geen DX voor je, maar ik neem aan dat het ook wel aan de standaard voldoet. Hè. De volgende in de lijst is 1 Alpha Delta. Nog even de suffix compleet en de naam en dan komen er wel de dus PD0AC. Papa Delta 1 Alpha Delta, voornaam Ad, lokaliteit Sierra Toggenbos. Ik wens iedereen prettige feestdag en een gelukkig 2016. Dankjewel Ad, en jij voor hetzelfde uiteraard. RPD. Iets met RPD of RTP. Nou, dus even kijken. Dat had ik toch wel goed opgeschreven. Nogmaals proberen. PI2 NOS Kerstronde, PNLAC. RPB bedoel je misschien? Papa Delta 2, Romeo Papa Bravo. Iedereen fijne dagen in ieder geval. Veel luisterplezier voor het komend jaar. En een fijne dag nog toegewenst. Groeten van René aan deze kant, QTH Wanningsveen. Papa Delta 2, Romeo Papa Bravo. Ja, dankjewel René. Ik wil zien hoe snel ik probeer te pennen en hoe vaak dat mislukt. Hè. Moet je toch blijkbaar meer ervaring voor hebben, zoals Berend. Maar helaas, dankjewel voor de beste wensen, René. En jij bent ook prominent aanwezig op deze repeater, dus we zullen elkaar ongetwijfeld nog wel een paar keer horen. Hè. Dan heb ik alleen een suffix Alpha Echo X-ray. Even kijken of ik dat goed heb. Ja, goedemiddag alweer Hans. Dat is Papa Echo 2, Alpha Echo X-ray. Naam aan deze kant is Henk Hotel Echo, November Kilo. En QTH is gesloten, dorp Wieringenmeer, vlakbij Den Oever. Ik wil iedereen vanaf deze kant nog een fijne kerstdagen wensen, wat er nog van over is. En alvast een goed begin in het nieuwe jaar. Hè. Voor alle zend- en luisteramateurs die nu meedoen. En anderen die niet meedoen, die krijgen het misschien te horen via.
Goed, Hans. PDNAC, groep PE2AEX. Ja, dankjewel, Henk. Uiteraard voor jou ook de beste wensen. Leuk dat je je even ingemeld hebt. Het is erg druk, zoals je merkt. En voor mij is het ook allemaal nieuw, hè. Dus ik kan niet meer doen dan mijn best. De laatste op de lijst, en daarna gaan we specifiek even gelegenheid geven voor Echolink stations. De laatste op mijn lijst is 3 Echo Lima Quebec. Ja, goedemiddag Hans. Ik ga het QTH is Hogeveen en ik wil iedereen aan deze frequentie de beste wensen voor het nieuwe jaar. En succes verder met de ronde van PA3ELQ. PA3ELQ, het hele rondje PD0AC. Kun je nog even je naam herhalen, want die ging even verloren. De naam is Leo, Lima, Echo, Oscar. Ja, dankjewel Leo. Dan sluit ik even het inmelden af via het RF-pad. Dan geef ik de mensen via Echolink even de gelegenheid om zich in te melden als ze daar behoefte aan hebben. SPI2 NOS Kerstronde 2015. Achter de microfoon, PD0AC. We gaan op luisteren. Papa Delta 1, Alpha Lima Oscar. Dat was het. Papa Delta 2, Romeo Lima Delta. Romeo Lima Delta, even wachten. We zijn even kijken of we Echolink stations kunnen verleiden om zich in te melden. We hebben er maar één, maar er staan er nogal wat online. Dus ik ga even kijken of nog iemand anders zich via Echolink wil inmelden. PA3PN, Papa Alpha 3, Papa Mike. PA3PM genomen en Berend ALO genomen. Nog meer via Echolink. Verder blijft het even stil via voice over IP. Dus we geven Berend de microfoon. PD1ALO. Het grote voorbeeld, hè, om dit soort rondes te leiden. Ga je gang, Berend. Ja, goedemiddag allemaal. Papa Delta 1 Alpha Lima Oscar. Fijn om jou te horen deze ronde te leiden. Helaas kon ik het dit jaar niet, maar ik heb het groene kruisje in het leger, oftewel... Hans, absoluut, het gaat hartstikke goed. Ik wens iedereen hele fijne kerst en alvast een heel goed uiteinde. Hopelijk dat we volgend jaar weer mee kunnen doen in de ronde, dat we kunnen leiden of wat dan ook. Maar in ieder geval voor jou, Hans, het gaat uitstekend en ik ga lekker luisteren hier op mijn gemak in het stoeltje. Papa Delta 0 Alpha Charlie, Delta 1 Alpha Lima Oscar. Ja, dankjewel Berend. Jij je succes daar, hè. PD1, hallo. Van de kerstronde PI2 NOS, PD0AC. En de volgende was PA3PM. En die kennen we natuurlijk ook heel goed, hè. Ga je gang. Ik hoop dat dit erover komt, want de verbinding hier in het hotel is niet al te best, zoals dat meestal zo is. Ik, bij iedereen nog alvast een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Al duurt dat nog 5 dagen en spreken we elkaar misschien voor die tijd ook nog wel. Ik zit op het zonnige Fuerteventura en het is hier 24 graden op het moment en het zonnetje schijnt volop. Dus we gaan zo meteen weer richting het strand, maar ik wilde toch even deelnemen aan deze ronde. Iedereen de groeten doen, ook vanuit de DMR-wereld. En dan luister ik lekker nog even mee. Microfoon retour aan PD0AC, de hele groep PA3PM. Ja, dankjewel Peter. Nou, veel plezier daar op je vakantieadres. Dat je daar zat, wist ik wel. Vooral dankzij de
zure gemene fotootjes die je af en toe overstuurt van schaars geklede dames en een heel mooi tropisch strand, hè. Waarvoor hartelijke dank, vooral als het hier regent en waait. Nou, na deze steek onder water gaan we weer even terug naar het RF-pad. Kijken of er nog meer inmelders zijn voor deze kerstronde. SPD0AC op luisteren. Papa Delta 1 Echo Hotel. Hanky Mike, eigenlijk alleen maar even voor de presentie. PA1 OKZ. Mike RF, hè? Sorry. CD1 ZON. In november, Sierra Mike. Alpha. Lima. 2 MVD. Papa Delta 2 Fox. E550 Lima. Ja, in het begin zaten een aantal stations over elkaar heen, waardoor het zij suffixen of prefixen verloren gingen. SPD0AC. De eerste was Echo Hotel, meer kon ik er even niet uithalen uit de QRM. Dus even kijken of ik dat goed had. Ja, de call is Papa Delta 1 Echo Hotel Alpha Hans. Goeiedag, QTH Arnhem en namens Edwin. Hè. Microfoon even snel terug naar jou, ga ik kijken of je niet dubbel zit. Ga je gaan. Nee, je zit helemaal goed, Edwin. Goedemiddag. De beste wensen van het hele team van PI2 NOS. En ik neem aan dat jij dat ook even uit wilt dragen over de frequentie, Gerard. Ja, klopt, Hans. Hè. Bedankt iedereen ook. Ja, nog een fijne kerstdag vandaag. Inderdaad, zolang het nog duurt. En alvast de beste wensen en vooral een goede gezondheid voor 2016. Dat laatste heel belangrijk, hè. Ik ben veel luisteren actief. Niet zozeer op VHF, UHF en voor de rest meestal actief op HF 10-20-40. Goed, laat ik hem weer los. In ieder geval iedereen een goede gezondheid en fijne dagen. En groeten van Papa Delta 1 Echo Hotel Alpha QTH Arnhem. Bye. Ja, dankjewel Edwin. En graag tot de volgende keer. PA1 OKZ, Micha, goedemiddag. Ja, oh, dat ging sneller dan ik dacht. Hè. Goedemiddag allemaal. En happy Christmas. En alvast een happy new year. Maar dat duurt nog eventjes. Dit is PA1 OKZ, de naam is Micha. UTA Loosdrecht. Hans, allereerst dankjewel voor het leiden van de ronde. Dat gaat wat mij betreft als de gesmeerde bliksem. En leuk dat het ook zo gedisciplineerd gaat. Het is wel mooi als mensen dat goed in de gaten hebben, hè. Een bijzondere groet aan Gert, 9 Foxtrot, die natuurlijk herstellend is. En het is fijn om te horen dat het goed met je gaat, Gert. En hopelijk horen we je weer snel regulier hier en daar. Hè. En datzelfde geldt ook voor Berend, die op dit moment even voor een, een reguliere behandeling in het ziekenhuis is. Die we net natuurlijk mochten horen. Hartstikke leuk, hè. Dan houd ik het daarbij, Hans. Want het is meer dan druk genoeg, hè. Fijne ronde verder, veel succes en dankjewel voor jouw inzet. PD0AC van de hele ganse grote groep. Dit is Papa Alpha 1 Oscar Kilo Zulu. Spreek Nederlands. Dankjewel. Micha, jij ook bedankt voor je inzet met betrekking tot deze repeater en alles wat er omheen hangt, hè. Ik zei al, het team wat achter de NOS staat in verschillende functies is nu net zo landelijk dekkend als de repeater zelf, hè. Er zitten een heleboel mensen die het een of ander doen, zijdelings of direct. De volgende op mijn lijstje is November Sierra Mike. Ga je gang. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Robert. Ik wens ook iedereen nog een fijne kerst en de beste wensen voor het nieuwe jaar. En helemaal Micha en John voor het verenigen van wat wij hier kunnen doen. Ik ga weer een bijdrage storten. Oké, als iedereen het doet. Hebben we het helemaal voor elkaar. Oké, nogmaals fijn dagen en een goed uiteinde. Van Robert uit Hirogoat. Dankjewel Robert. Wil je nog even je prefix doen? Want ik had alleen je suffix November Sierra Mike. Maar wat ervoor hoorde, dat had ik niet kunnen loggen. November Sierra, Papa Echo 1, November Sierra Mike. Dankjewel Robert. En ook de beste wensen namens het hele team van PI2 NOS. Dan ZON. Ja, die kennen we natuurlijk van de 10 meter ronde. Elke woensdag om 8 uur 's avonds, als ik het goed zeg. PD1 ZON, het rondje PD0AC. Ja, bedankt PD0AC. Hans, met de kerstronde. Ik luister met plezier mee aan deze kant.
Mijn naam is Arthur Kutia, Hilversum Zuid, Callsign, Papa Delta 1, Zulu, Oscar November. Bedankt dat je even mijn ronde aantipt. Daar is deze ronde weer niet voor. Dus ik zeg tegen een ieder, kijk op pi4sg.nl of op mijn homepage op qrz.com. En dan kun je automatisch iets over deze ronde luisteren of lezen, excuus. Verder wens ik iedereen een prettige voortzetting van het staartje van deze kerst 2015. En vooral een gezond 2016. Dat is een groot goed. Dat moet ik ook aan de eigen lijve ondervinden. Ook de voormalige rondeleider van de kerst, Berend, wens ik succes met zijn herstel. En jou bedank ik voor het leiden van deze kerstronde. En luister ik verder met plezier mee. PD0 AC Hans, kerstronde van PD1 ZON. Dankjewel Arthur voor alle beste wensen aan ons allemaal en een paar mensen in het bijzondere. We spreken elkaar vast wel weer. De volgende op de lijst heb ik 2 NPD, maar daar hoort nog iets voor natuurlijk. En ook een voornaam bij. We zullen dat zo horen. 2 november Papa Delta vragen. Ik denk dat je 2 NPD bedoeld had. Is het de V van Victor? Helemaal goed. Papa Delta 2, Mike Victor Delta. Namens Michel uit het zonovergrote QTH Wijk bij Duurstede wens ik iedereen de beste wensen voor 2016. Als beginnend amateur. En nog een fijne kerstdag. En ik moet zeggen, ik ben zeer blij verrast over de positieve, sfeer op de repeaters en op de zenders en tussen de amateurs onderling. Dat had ik absoluut niet verwacht toen ik hiermee begon met deze hobby. Microfoon even retour van Papa Delta 2, Mike Victor Delta. Papa Delta 2, Mike Victor Delta van PD0AC in de hele ronde. Ja, over het algemeen gaat het prima. Hè? En in ieder geval blij dat je ook tot het gilde der zendamateurs wil behoren. Jij hebt de beste wensen en graag tot een volgende keer. En dan heb ik PD2 Fox, de volgende op mijn lijst staan. Papa Delta 2 Fox, zeggen. Dankjewel. Geweldig deze ronde, hè. Ik heb net ook naar je van Peter gesproken dat ik heb sinds november mijn vergunning gekregen. Dat ik ben zo blij dat ik eindelijk een keer los kan met deze hobby. Fantastisch mooi deze repeater. Dat is een geweldig initiatief. Ik luister ook heel veel, hè. Ik ben ondertussen nog op de HR bezig. Ik heb net een interface besteld, dus daar gaan we straks ook mee los. Dus ik vind het fantastisch. Ik wens iedereen een geweldige feestdagen toe. En een machtig mooi nieuwjaar. En jullie zullen me vast en zeker treffen. Hè? Groetjes in van de papa Fox uit het mooie Friesland. Ja, dankjewel papa Delta 2 Fox. Het hele rondje PD0AC. Mag ik nog even je voornaam geven? Ja, de naam is Sierra Juliet Oscar Echo Romeo Delta. Roger. Sierra Juliet... En dan? Oscar Romeo. Short. Ja, ik heb hem short. Af en toe valt hij namelijk van de repeater af. En dat het was even gokken. PD2F, short. Uit het mooie Friesland. Bedankt voor alle beste wensen. En uiteraard krijg je die retour. Laatste was Whisky Lima op mijn lijstje. Whisky Lima. Papa Delta 5 Whisky Lima, momenteel QRV vanuit het Oldenbroek, landgoed het Loo. Naam is Wijnand, iedereen heeft te wensen voor het komend jaar. En natuurlijk de liter van de kerst, Mike de Tour. Dankjewel Wijnand, jij ook nog een prettige voortzetting van wat er van de kerst over is. En natuurlijk daar is alle beste wensen voor 2016. Gaan we nog een rijtje loggen. Denk eraan, soms zal ik iemand missen, omdat vooral als ik de microfoon loslaat voor mensen om zich heen te melden, dat er 3 of 4 over elkaar heen buitelen. En dan kan ik wel gaan roepen van dat moet je niet doen, maar dat is gewoon niet te voorkomen. Hè? Want iedereen hoopt natuurlijk dat hij net even boven de QRM uitkomt. Dus als ik af en toe iemand mis,
Vergeef mij dat, hè. Maar als er vier stations door elkaar heen zitten, kan ik er vaak niks van bakken. Dus dan moet ik me beperken tot de stations die ik wel hoor, hè. Dus probeer even te kijken of je niet dubbel zit. Je kunt dat eventueel ook zien op de kaart van NOS. Mits je geen audio erbij aan hebt staan, want dan krijg je een behoorlijke vertragingen. Maar dan zie je vaak wel aan de cirkeltjes of de staafjes of je dubbel zit met iemand. Misschien helpt dat een beetje. Maar helemaal 100% zullen we het natuurlijk niet krijgen. Het is de kerstronde van PI2NOS 2015. Dus PD0AC en ik ga luisteren voor inmelders. Papa Delta 2, Echo Lima. Papa Echo 4, Kilo Delta. Papa Delta 4, Alfa Zulu Mike. Kilo Lima, PD 8. 5, Hotel Whisky. Papa Alfa 3, Mike Oscar Echo. Papa Alfa 3, Charlie Romeo Lima. Papa Echo 1, Alfa Tango Yankee. Alpha Tango Yankee. Papa Delta 4, Alpha Zulu Mike. Nou, ik heb toch weer een aardig lijstje. Papa Delta 2, Echo Lima. Goedemiddag, ga je gang. Ja, goedemiddag. Dit is Chris vanuit Sluiskil, Zuidwest-Nederland, Zeeuws-Vlaanderen. Voor iedereen nog een hele prettige tweede kerstdag toegewenst. En voor over een paar dagen een goed uiteinde. En een goed en gezond 2016 toegewenst. Hè. Microfoon even terug naar Netcontrol. Hans, ga je gang. Dankjewel, Chris. Ja, uiteraard ook de beste wensen van het team wat achter PI2NOS staat. En uiteraard denk ik ook van iedereen die op luister is. Hè. Prima signaal overigens. Papa Echo 4, Kilo Delta. Papa Echo 4, Kilo Delta. Vanuit QTH Groningen. De naam is Klaas. En uiteraard wens ik ook iedereen hele prettige kerstdagen toe. En iedereen die betrokken is bij PI2NOS ook hartelijk bedankt voor wat we het afgelopen jaar weer gedaan hebben voor ons en amateurs. En uiteraard wens ik hun ook alle goed voor 2016 en alle zendamateurs en luisteraars uiteraard ook met hun dierbaren. Goed, dit was het dan vanuit QTH Groningen en bedankt voor de ronde en ja, microfoon maar weer terug. DX, sporadic D. Dankjewel Klaas, PD4KD, de hele ronde, PD0AC. Jij hebt de beste wensen daar in het Groningse en de ontvanger staat weer aan in Groningen. Dus dat scheelt ook weer een heleboel voor jullie. Ik denk dat zelfs portabel dat het allemaal goed gaat. Hè. Dan de volgende lijst is Papa Delta 4 Alpha Zulu Mike. Oké, vanuit Tilburg iedereen nog een prettige kerstdag gewenst. En voor iedereen de beste wensen voor het komende jaar. En geluk en gezondheid en succes. Met de mensen die dit allemaal mogelijk maken, ook veel dank voor het afgelopen jaar wat ze allemaal gedaan hebben. Groetjes vanuit Tilburg van de Papa Delta 4, Alfa Zulu Mike. Dankjewel voor de beste wensen. Kun je nog even je voornaam noemen voor de rest of us? Oké, de operator naam is Twan, Tango, Oscar, India, November, Echo. Op QZ.com kun je meer over me vinden. Papa Delta 4, Alfa Zulu Mike. Dankjewel Twan en ook het allerbeste voor 2016. Volgende lijst is 5 Hotel Whisky. Ja, goeiedag iedereen. Papa Delta, 5 Hotel Whisky. Namens Harry, QTH is voor Omga. En ik wens iedereen nog een hele prettige tweede kerstdag toe. En natuurlijk een bijzonder voorspoedige 2016. En nou, ook de crew van PI2NOS, hartelijk dank voor het in de lucht houden, het brengen en houden van deze mooie repeater. Microfoon en Tony Hans van PD5HW. Ja, dankjewel Harry voor de beste wensen. PD5HW, de hele ronde PID0AC. En uiteraard de allerbeste wensen ook voor 2016. Hè. Dan krijgen we twee PA3 stations achter elkaar. Papa Alpha 3, Mike Oscar Echo.
Hi, goedemiddag. Dit is PA3 Mike Oscar Echo. Mijn naam is Mark van QTHS De Meren. En ook ik wil iedereen nu nog een prettig kerstweekend toewensen. En alle gezondheid voor 2016. En mocht het tegenzitten met de gezondheid, dan toch in ieder geval een heel gelukkig 2016. Hans, bedankt en tot de volgende keer. Ja, graag gedaan, Mark. Mooi signaal dat je overigens ook neer hebt. Vele ontvangers. Dus dat doe je goed daar. Ook de beste wensen. En graag tot de volgende keer. Tweede PA3'er is Charlie Romeo Lima. Ga je gang. Ja, Rutje. Prima. Goedemiddag iedereen. Dit is Papa Alpha 3, Charlie Romeo Lima. Uit een zonnig Glundert in Noord-Brabant. Ik wil bij deze iedereen de beste wensen toewensen voor het komende nieuwe jaar. Veel amateurspirit. En ja, zeker, veel hebben het al gezegd, maar ook de NOS-crew, hartelijk dank voor de inzet, wat allemaal gedaan is. En dat is echt niet niks, zou ik maar zeggen. Hè. Dus microfoon weer de tour van Papa Alpha 3, Charlie Romeo Lima uit Glundert. Ga je gang. Ja, dankjewel voor de complimenten en voor de beste wensen. Nog even de voornaam graag, dan kan ik die ook even in het log zetten. Ja, Rutje, naam aan deze kant is Cor, hè? Charlie Oscar Romeo. Ja, dankjewel Cor. Ja, normaal zou ik QRZ.com ernaast hebben staan of iets anders, maar dat is even te veel van het goede. Op dit moment, om dat ook nog bij de hand te hebben. Dankjewel en graag tot de volgende keer. Dan heb ik nog een station met alleen de suffix. Dat is Alpha Tango Yankee. Ja, goedemorgen. Dag Hans. En dag allemaal. Papa Echo 1 Alpha Tango Yankee uit het QTH Bolsward. De naam is John. Sinds kort weer actief. En ik zat al even mee te luisteren. Ik denk, laat ik ook even melden. In ieder geval voor iedereen en de crew natuurlijk ook fijne kerstdagen nog verder, voor zolang het nog duurt. En voor 2006 ook allemaal de beste wensen en dat we maar veel QRV mogen zijn. Microfoon maar terug van P1 ATU uit het mooie Friesland. Ja, dankjewel John. Bolsward ken ik wel, want daar hebben nog een paar vrienden wonen. Inmiddels niet meer, maar daar kwam ik toch wel regelmatig. Hè. En uiteraard heb ik daar ook ergens vandaan mijn Friesers erbij gehaald, als je iets van honden weet. Maar sta bij jongen, zeggen jullie. Hè. Dat is, klinkt ietsje anders, jong. Maar dat is de perfecte huishond, zeg ik altijd nog. Maar dat is wel een zijsprongetje. Dankjewel voor het inmelden. En ook de beste wensen. Laatst op het lijstje, wat ik in ieder geval kon detecteren, was Papa Echo 1 Romeo Mike November. Als ik het goed heb opgeschreven. Ga je gang. Ja, oké, Hans, komt dit er even overheen? Want ik zit met de porto in de auto. Hè? Komt dit er overheen voordat ik mijn heel verhaal begin? Ja, ook komt er prima overheen. Ga je gang. Ja, oké, Hans, de naam aan deze kant is Joost Portabel in Oude Tongen met de porto, uiteraard. Ik wou namens uiteraard iedereen de beste wensen toewensen. En uiteraard natuurlijk gaan wij in 2016 gewoon weer door waar wij in 2015 ook mee bezig waren. En ik wil ook namens alle betrokkenen bij alles wat met deze repeater en ook de andere repeaters die onder Hobby's Koop vallen bijzonder bedanken voor al hun inzet in, op welke manier dan ook. Mocht het zijn door het doen van een kleine dan wel een grotere donatie of het... het op welke manier dan ook sponsoren of bijdragen aan, het, aan de toekomst van alle repeaters. Bijzonder veel dank. Dat laat weer eens zien dat het ook op deze manier kan. Hè. Ja, 73 en beste oud en nieuw ook. En vooral voorzichtig oud en nieuw. Papa Echo 1 Radio Mexico November PE 1 element portabel. En voor de log de naam is Joost. 73, bye bye. Ja, dankjewel Joost. Jij ook de beste wensen en bedankt nog even voor het noemen van de donatieknop op de website van hobbyscope.nl. Want zoals veel mensen begrijpen is het wel prachtig dat het zo uitgebreid is, maar het kost ook toch heel veel geld. Hè. Dus ga naar Hobbyscope en doneer wat voor het komende jaar, zodat er misschien nog wat ontvangers bij kunnen en de zenders verbeterd kunnen worden. En er is nu natuurlijk nu nogal wat aan de hand in de Mast van IJsselstein, waar een heleboel moet gebeuren. Hè. Dankjewel Joost en
dan ga ik nu nog even, voor de tweede keer, specifiek ruimte geven voor de Echolink stations om zich in te melden. Dus iedereen met een microfoon even, een microfoon en antenne even stil graag. Want Echolink is ondergeschikt aan RF. Dus we moeten dat een beetje goed organiseren. Dit is P0AC met de kerstronde 2015 van PI2NOS. Met ruimte voor Echolink stations. Dat iemand zich via Echolink probeert in te melden, maar dat signaal heeft geen modulatie. Even kijken of daar iets aan gedaan kan worden, aan die andere kant. Maar het is alleen ruis en daarna de bekende Echolink Roger Piet, dus ik weet dat het Echolink is, maar er zit geen modulatie op het signaal. Nog een keer proberen graag. Papa Echo in India, Oscar November, portabel. Heren, ik geef specifiek ruimte voor Echolink stations. Is het wel de bedoeling dat we daar even de gelegenheid voor geven? Sommige clients, vooral die van Windows, kennen een enorme traagheid en een pauze voordat je de microfoon, voor zover je dan van microfoon kunt spreken, voordat je kan zenden, zal ik maar zeggen. Dus ik ga nog één keer luisteren voor Echolink stations en daarna gaan we weer over naar het RF-pad. SPD0AC. Nee, het blijft verder stil aan de Echolink-zijde. Ik hoor in ieder geval P1ION, die zal ik alvast even noteren. Die kennen we natuurlijk ook goed. Ik ga weer wat stations proberen te loggen. En kijken hoe ver we komen. Ik wil ongeveer de ronde ongeveer afsluiten om 1 uur, maar dat is niet, dat hangt niet op een paar minuten of zo. P1ION staat op de lijst, de volgende, ga je gang. PD4 Rola 5 Victor. Papa Delta 1 Lima Alpha Mike. Alpha 3 Hotel Kilo. Papa Delta 1 WGL. Papa Echo 1, November X-ray Kilo. PD. PA0LWZ. Papa Alpha 7 LDG op de achtergrond. PD0 JSQ. JSQ was de laatste. PD0 ervoor. En is mijn plaatje even vol, dus. Pak we straks alweer een aantal mee, hè. PD0 AC, Papa Delta 0 Alpha Charlie. De eerste was PE1 ION. Die krijgt een microfoon. Ga gang. Ja, goedemorgen Hans. Papa Echo 1 India, Oscar November. Iedereen nog prettige kerst. Ik ben al lekker even aan het werken, hè. Met storingen. Nou, ga maar gauw weer verder. En dan ga ik ook weer verder naar mijn volgende adres. Dus Papa Echo 1 India, Oscar November. PE1 ION. De hele ronde PD0AC, vertel nog even je voornaam voor de rest van de luisteraars en dan gaan we door naar de volgende. De beste wensen. Ja, de naam was Schelmer, Golf Echo Lima, Mike Echo Romeo. Ja, Schelmer, ik wist het wel, hè, maar ik wilde je het toch even zelf laten zeggen. Daar hoor ik PD4 ROB, nou die kennen we ook, maar al te goed, hè, die horen we ook regelmatig op UTR en hier. Rob, ga je gang. Ja, dankjewel Hans. Papa Delta 4 Romeo Oscar Bravo, Rob uit Utrecht. Ook voor mij nog even acte de présence. Ik hoor al wat tijdsdruk komen. Hoop dat het niet te zwaar is, gaan we er lekker overheen. Hans, het is allemaal lijkt zo vanzelfsprekend, hè. Goede wensen over en weer. Maar je moet toch zelf spreken. Wil je iets vanzelfsprekends over kunnen dragen? En de winst is dan de totale gezamenlijke goede bedoelingen van alle amateurs. Nog even mijn bewondering en respect naar het NOS-team. En ook de dankbaarheid dat daar ook zo
groeten en als er eigenlijk met één team wordt samengewerkt met de PI3 UTR. Ik geniet ervan. UTR zendt vanuit Hilversum en ontvangt en NOS zendt en ontvangt vanuit IJsselstein. Dat is al even een rare situatie, lijkt het maar allemaal goed te verklaren. Hans, bedankt en goede wensen voor iedereen over 2016. Van Papa Delta 4, Romeo als Cabravo. Ja, dankjewel Rob. Jij ook uiteraard de beste wens en bedankt ook voor de complimenten aan het team wat achter deze repeater staat. Hè. En we spreken elkaar ongetwijfeld wel weer, misschien dit jaar nog en anders zeker volgend jaar. Hè. De volgende lijst was 5 Victor, dus een halve prefix, maar misschien een complete suffix. Daar gaan we zo wel even achterkomen. Hè. Het rondje PD0AC, kerstronde 2015, PI2NOS. Ja, goedemiddag Hans, dit is Papa Delta 5 Victor. De roepnaam is Rien, Romeo India Echo November. QTA is Berghem Bravo Echo Romeo Golf Hotel Echo Mike in Noord-Brabant. Ik wens jullie allemaal het goede toe. En ik moet de jongen van de Hobbyscoop bedanken dat dit allemaal zo mogelijk is. Hans, bedankt voor het leiden van deze goede geplande, georganiseerde ronde. En succes met het resterende nog. Bedankt. Papa Delta 5, Victor sluiten. Ja, dankjewel Rien voor alle goede wensen. Uiteraard deze retour. En het allerbeste voor het nieuwe jaar. Hè. En dan hoorde ik LAM. En dan zit ik even te denken of dat nou PD0 of PD1 voelt. Ik hoor het zo wel. Ga je gang. Oké, Hans, bedankt voor de microfoon. Aan deze kant Papa Delta 1 Lima Alpha Mike. Strook portabel, het vakantie QTA Geesbrug. Dat is midden Drenthe, gemeente Coevorden. Ik hou het kort, want het loopt tegen de klok van 1. Allereerst, Hans, jij bedankt voor het leiden van deze ronde. Want ja, qua concentratie is dat toch topsport hè, via NOS, PN2 NOS. En voor de rest ook inderdaad het hele team, het repeater team noem ik het maar even, dat ervoor gezorgd heeft dat 2015 voor amateurs weer een stukje mooier geworden is. En ik hoop dat dat zich in 2016 zal weten te continueren. Dus inderdaad, de oproep is al een paar keer gedaan. Heren amateurs, dames en heren amateurs, we maken er allemaal gebruik van. Tast ook eens in de buidel om dat te doen continueren. Maar het belangrijkste bewaar ik voor het laatste. Iedereen uiteraard een hele goede gezondheid voor de toekomst, voor iedereen die de hobby beoefent en degene die hen omringen. Hans, bedankt van Papa Delta 1, Lima Alpha Mike, John Geesbrug. Ja, dankjewel John voor alle beste wensen. En we horen jou ook regelmatig, hè, bekend figuur, op de repeaters. Dan heb ik een 3 Hotel Kilo, tenminste, dat denk ik, want de laatste letter die heb ik wel heel raar geschreven. Zou ook Hotel Romeo kunnen zijn, maar ik dacht Hotel Kilo. Even kijken of dat een beetje klopt en of iemand zichzelf herkent. Het rondje, PD0AC. Ja, goedemiddag Hans. Dit is Papa Alpha, 3 Hotel Kilo. Je hebt het goed genoteerd, geen enkel probleem. Ik herken me hier volledig in, Hans. Allereerst aan jou en alle luisteraars de allerbeste wensen. En ik wens jullie allemaal een succesvol en gezegend 2016. En ik wil ook alle beheerders van alle repeaters samen met hun crew bedanken voor de inzet die ze het afgelopen jaar hebben geleverd. En het komende jaar ook weer zullen leveren, Hans. De naam hier is, dat was ik vergeten, de naam is Henny, Hotel Echo, November Yankee, Home QTA, Hazerswoude en momenteel Mobiland onderweg naar familiebezoek in Vinkeveen. Microfoon terug naar jou, Hans, onder dankzegging voor het perfect leiden van deze ronde. Microfoon terug naar PD0AC. Ja, dankjewel Henny, PA3 Hotel Kilo. De hele ronde, PD0AC, ook bedankt voor de beste wensen. Graag tot horens. En jij uiteraard ook de beste wensen voor het komende jaar. 1 Whisky Golf Lima, ga je gang. PD1 Whisky Golf Lima was dat. Goedemiddag ondertussen. Ja, op de valreep, het is 1 uur zie ik. Vanuit Zoetermeer ook voor iedereen de allerbeste wensen. Veel zal je me niet horen. Meestal zit ik alleen te luisteren. Maar ik dacht, laat ik deze keer nou toch eens wat zeggen. Microfoon retour.
Ja, PD1, Whisky Golf Lima. Soms moet ik zo snel schrijven dat ik het maar even bij de suffix hou. Hè. En alles wat ik mee kan krijgen in zo'n razend tempo is dan meegenomen. Dus en meestal herkent iedereen zichzelf wel. Hè. Geef nog even je voornaam en dan is dat ook weer compleet voor het log. En uiteraard de beste wensen. Ja, sorry. Ik dacht eigenlijk dat ik dat gedaan had. Maar de voornaam is Johan Juliet Oscar Hotel Alpha November. Vanuit het schone, op dit moment zonnige Zoetermeer, voor iedereen de beste wensen. Ja, dankjewel Johan. En graag tot de volgende keer. En dan heb ik volgens mij een Papa Echo 1 November X-ray Kilo. Klopt dat? Ja, dit is Papa Echo 1 November X-ray Kilo. Dat klopt helemaal, Hans. Goed, naam hier is Johan Alpha November. En dat QTI is hier in de Drenthe. X-Lo, hè? Ik wil zeggen, iedereen de beste wensen van hier uit de Drentheweg. En ook het team van NOS. Het is gewoon prachtig hier in ieder geval. Goed, iedereen bedankt. En ik zou zeggen, de beste wensen en goed einde. En Papa Echo 1, November X3 Kilo met Papa Alpha 0. Papa Delta 0, Alpha Charlie. Ja, Johan, dankjewel voor de beste wensen. Ik mis Drenthe wel een beetje, want ik had daar familie wonen gedurende een hele lange tijd. Hè, in Uffelt en Havelte. Ik weet eigenlijk niet hoe ver dat van jouw QTA is, maar ach, zo groot was Drenthe nou ook weer niet, hè. Het was aan de Drenthe Hoofdvaart. Ja, ik mis die tijd wel een beetje, maar alles komt ten einde. Ik heb er ook nog gelegerd gelegen. Dat was eigenlijk wel heel toevallig, hè. Dat kun je niet uitmikken. En de volgende was Louise PA0LWZ Lima Whisky Zulu vanuit Nijmegen. Ga je gang. Dit is PA0LWZ. Lima Whisky Zulu, Louise, Lima Oscar Uniform India Sierra, ik geloof dat ik het goed gezegd heb, Echo natuurlijk. Ik wens iedereen van harte een goed en zalig nieuwjaar, goede feestdagen en al het beste wat er maar te wensen is. En dat is veel, hè? Maar oké. En ook de crew van dit mooie de mogelijkheid om het zo te doen. Om er eigenlijk landelijk een bericht uit te zenden. Dat vind ik heel erg mooi. Ik ben het niet gewend, maar ik maak er nu heel veel gebruik van. Dank u wel allemaal en goede feestdagen. Ja, dankjewel Louise. En dat we je nog maar veel mogen horen. En ook het allerbeste voor het komende jaar, hè, van PI2 NOS. De crew uiteraard. De repeater zelf kan niet praten. Hè. Graag tot horens. Dit is de kerstronde van PI2 NOS 2015. Dus PD0AC. Volgende op de lijst is Papa Delta 7. Lima Delta Golf. Heb ik dat goed? Ja, Lima Delta Golf. Ga gang. Goedemiddag Hans, het is Papa Alpha 7 Lima Delta Golf voor de PD0 Alpha Charlie. Ik wou iedereen een prettige voortzetting toewensen van deze tweede kerstdag en een zalig uiteinde. En ook de crew bedankt voor die dat allemaal mogelijk maken. Hans, bedankt voor de microfoon. Ja, Juik, bedankt voor de beste wens. Ik heb de prefix even verbeterd snel. Als ik nog even je voornaam mag, dan is het log weer compleet. En dan gaan we naar de laatste op de lijst, voordat we nog een poging wagen om er een aantal binnen te harken, hè, voor deze ronde. Dus PA7LDG, nog even je voornaam en dan gaan we door. Oké, Hans, PD0AC. De voornaam is hier Lima Double Echo November. Leen aan de microfoon. Locatie Rotterdam. Wens nogmaals iedereen een prettige dagen toe. Bye bye. Ja, dankjewel. En bye bye. En de laatste op mijn lijstje is PD0JSQ. Ja, Hans, dankjewel. Hier PD0JSQ. Voornaam is Jan, JEAM. Juliet Echo Alf November. QTH is Scheveningen, maar op dit moment mobiel op de A27. Voor iedereen alvast een goed uiteinde en heel veel plezier met onze mooie radiohobby. PD0JSQ, dankjewel. PD0JSQ, van de hele ronde en het team, jij ook uiteraard de beste wensen. En ook voor 2015 een leuk RF-jaar, hè.
Het is al ruim over ene, maar ach, laten we er nog een zootje bij pakken. Want het is erg druk met al die meerdere ontvangers. Ze komen natuurlijk uit alle hoeken en gaten nu. Ik wil toch kijken of ik zoveel mogelijk stations de gelegenheid kan geven. Voordat ik ook eventjes de keel moet gaan smeren beneden. En nog een broodje gaan eten. Dit is PD0AC met de kerstronde 2015 van PI2NOS. En ik ga weer luisteren voor mogelijke inmelders. Oké, dus dit... Papa Delta 0 Golf India Bravo, PD0GIB. PE1RJV. Papa Delta 3 Uniform Tango Romeo. PA5 Kilobike. Papa Delta 3 Romeo Foxtrot Romeo. Golf Delta. Papa Delta 2 Tango Kilo. Alpha Hotel India. Alpha Hotel India als laatste even genoteerd. PD0 Golf India Bravo staat bovenaan de lijst. Ga je gang. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Hans. PD0AC, PD0GIB, Golf India Bravo. Naam Harm, Hotel Alpha Romeo Mike. Het QTH is boven Smilde. En ik heb zo vanuit het raam zicht op de toren van Smilde. Uiteraard iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar. Uiteraard ook nog een fijne kerstdag. En uiteraard ook voor de repeater crew, voor alle werk wat ze doen en wat ze nog gaan doen en gedaan hebben enzovoort. Het is, ik vind het allemaal beknap werk hoor. Zo is dat. En iedereen nogmaals een fijne tweede kerstdag. Ja, dat was het. PD0AC van PD0GIB. Dankjewel Harm voor alle goede wensen. En dat het jou ook allemaal maar goed mag vergaan in het komende jaar, hè. Dan, ja, over repeater crew gesproken, PE1RJV. Paul, goeiedag. Ja, goedemiddag Hans. En iedereen die verstraat. Goedemiddag. Ik kijk ondertussen even mee op het kaartje, want ik zit portabel in het Zeeuwse. Uiteraard familiebezoek hier. Iedereen uiteraard ook nog, voor de halve dag die dat nog rest, prettige kerstdag. En een heel radioactief 2016 toegewenst. Hè. Ik hou het maar kort, want het is nog aardig druk, Hans. Microfoon terug naar jou. PD0AC, PNRJV Portabel. Ja, dankjewel Paul. Veel plezier daar bij de familie. PE1RJV de ronde, PD0AC. Het is erg druk, maar het gaat gelukkig bijzonder goed. Iedereen is heel gedisciplineerd. Hè. Er gebeuren helemaal geen gekke dingen. En de dingen die er wel gebeuren, waardoor QRM ontstaat, is gewoon door... Dat is onontkoombaar. Hè. Dat een aantal stations zich op hetzelfde moment proberen in te melden. En, nou, daar komen we dan ook alweer uit bij een volgende ronde. Paul, ook bedankt voor al het werk wat je gedaan hebt voor de repeater. Dat mag toch wel eens gezegd worden. En graag tot de volgende keer. Veel plezier daar. En al het beste voor 2016. En in principe heb je dat de allerbeste nieuws natuurlijk al gehad. Hè. Paul, we spreken elkaar. En de volgende op de lijst is Papa Delta 3. Uniform Tango Romeo. Ja, oké. Goedenavond. Goedemiddag, Hans. Sorry. Papa Delta 0, Alpha Charlie met kerstronde op Papa India 2 NOS. De naam aan deze kant is Ronald. En de call is Papa Delta 3 Uniform Tango Romeo vanuit Vianen. Ik wens iedereen een gezalig en een gelukkige tweede kerstdag nog. En een goed begin voor 2016. Hopen op een vrolijke en goed QSO-programma voor het repeater-team, zeg maar, wat erachter. Zit om zoveel mogelijk te maken voor allerlei leuke centamateurs die leuke QSO's maken in ieder geval. En daar wil ik het even bij laten. Microfoon even terug naar de rondeleider Papa Delta 0 Alpha Charlie van Papa Delta 3 Uniform Tango Romeo vanaf het zonnige Vianen. Dankjewel Paul.
Dankjewel, Ronald. Ook voor de beste wensen uiteraard. Prima signaal zet je neer. Maar het is tegenwoordig lastig om een slecht signaal neer te zetten op deze repeater. Dat, als je nu een slecht signaal neerzet, dan ben je achter je oren te krabben. Maar wat is er nou precies mis bij mij? Dat begint steeds meer op te lijken. Hè? De beste wensen ook voor het komende jaar. En graag tot horens. Daarna buitelde een aantal stations over elkaar heen. Probeerde ik zo snel mogelijk mee te schrijven. Soms heb ik alleen een suffix. Soms een deel van een prefix ook. Kilo Mike, de microfoon, de ronde, PD0AC. Ja, oké, prima Hans. PD0AC, de hele ronde van PA5 Kilo Mike. Mijn naam is Koen, Charlie Oscar Echo November, QDH is Goes. Uit een zonovergoten Goes, wel te verstaan. Van deze kant ook iedereen nog een heel prettig kerstweekend gewenst. Alvast de beste wensen met een hele goede gezondheid voor 2016. En ook nog eens even dank aan het hele team rondom PI2NOS natuurlijk. Dat mag zeker nog wel eens een keer gezegd worden. En jij ook dank voor het uitstekend leiden van de ronde, Hans. Gegroet van PA5 Kilo Mike. Ja, dankjewel Koen. En jij ook uiteraard de beste wensen van het hele team. Iedereen die erachter staat. Dat zijn meer mensen dan waar je weet van hebt. Sommigen zijn er direct bij betrokken, bij de hardware en de software. En sommigen meer zijdelings, met wat kleinere taken. Maar bij elkaar grijpen de radertjes leuk in elkaar. Hè. Het is echt de hemspirit die in dat team zit. Vind ik vreselijk leuk. Hè. De volgende lijst is 3, Romeo Fox Romeo. Het zal wel PA3 zijn, maar ik weet niet zeker. De ronde, PD0AC. Ja, Hans, goedemorgen. Richard aan deze kant. Het is Papa Delta, 3 Romeo, Foxtrot Romeo vanuit Maarsebroek. Ik wil iedereen die luistert en al gemeld heeft fijne feestdagen wensen. En ook alvast een goed uiteinde en een goed begin voor het komende jaar. En ik hoop dat 2016 een heel mooi repeaterjaar wordt. Dat er nog veel gesleuteld kan worden en dat er nog veel mooie uitbreidingen bij komen. Microfoonretour van Papa Delta 3, Romeo Foxtrot Romeo. Dankjewel, PD3RFR, de hele ronde, PD0AC. En uiteraard dezelfde beste wensen retour naar jou. Hè. Prima signaal ook op de repeater overigens en prima modulatie. De volgende heb ik alleen een suffix, dat is Golf Delta. Goedemiddag Hans, dit is Papa Delta 9 Golf Delta. Operatornaam is Gerard en QTA is volgens iedereen voorspoedig 2016, ook de crew van NOS die geweldig werk verzet en die er nog veel meer werk van gaat maken. Microfoon toe van Papa Delta 9 Golf Delta. Gerard, jij hebt de beste wensen van het team, hè? Ik zet er een beetje vaart achter als het kan. En uiteraard de beste wensen voor 2016. Dan hebben we PD2TK. Nou, die zullen we ook wel eens gehoord hebben. Ga je gang. Ja Hans, hele goede middag. Uiteraard hartstikke bedankt in ieder geval voor het leiden van deze kerstronde. In ieder geval voor een ieder, voor jou, voor de crew, voor alle zendamateurs en luisteramateurs een hele fijne tweede kerstdag gewenst. En uiteraard een zeer voorspoedig en gezond 2016 geweest vanuit het QTA uit Hoorn. Microfoon retour aan jou Hans. Ja, oké, Patrick, ik zal je voornaam maar even noemen, hè? Want dat was jij even vergeten. Maar nou, dan rammen we dat er gewoon even tussen. Jij hebt de beste wensen voor het komende jaar. En we horen je ongetwijfeld alweer, hè. Dan heb ik nog 2 stations waarvan ik alleen maar snel genoeg de suffix op kon schrijven. Eén was Alpha Charlie Lima. En die geef ik nu de microfoon. Ik denk dat het Alpha Papa Lima moet zijn. Goedemiddag allemaal aan deze kerstronde van PI2NOS. Ik wil iedereen een prettige voortzetting op deze tweede kerstdag wensen en een voorspoedig 2016. En voornamelijk aan de crew die dit allemaal via dit geweldige rellen mogelijk maken. Dit is Papa Alpha 7, Alpha Papa Lima en de naam is Bram Bernaville Romeo Alpha Mike. DX, Sporadic E. Ja, oké, Bram, bedankt. Voor de beste wensen. En inderdaad, het schrijven valt soms niet mee. En dan probeer toch even de suffixen en de prefixen eruit te vissen.
Dus die zijn snel verbeterd. PA7 APL, Nederland Ronde PD0AC. Graag tot de volgende keer. De laatste op mijn lijst is met iemand met de suffix Alpha Hotel India. PD3 AG. Ik denk dat het station zich helemaal probeert te melden, Alpha Hotel India, maar buiten bereik is. Ik ga hem nog een keer proberen. Dit is de kerstronde PI2RS 2015, PD0AC. Alpha Hotel India, je bent buiten het bereik van een ontvanger. Af en toe horen we een korte vlak van 1/10 seconde en daarna houdt het op. Misschien kun je het straks nog even proberen, hoewel de ronde wel straks een beetje afgesloten gaat worden. Zo langzamerhand. Ik ga nog één keer kijken bij de Echolink stations. En als daar niemand ertoe komt, ga ik nog een reeksje via het RF-pad nemen. Echolink stations, als iemand zich in wil melden. Dit is PI2NS kerstronde 2015. Ga je gang. PD0EN voor het log. Kilo Mike, Koen, even GOE. Delta. Oké, dat ging ook even prima als je wat ruimte laat. Dan ga ik nog één keer via het RF-pad inmelders opschrijven. En daarna gaan we langzaam deze kerstronde beëindigen. PD0AC, ga je gang. Papa Echo 1, november India Lima. Papa Echo 1, november 1. Sorry, hoe doe je dat? Delta Bravo Hotel. Radio 2, Charlie Delta Foxtrot. Papa Hotel 2 Lima Bravo. PD1. Papa Alpha 1 Juliet Oscar Sierra. Delta Bravo Hotel. Romeo Lima Delta. Papa Echo 1 Papa Quebec Whiskey. Ja, Delta Bravo Hotel had ik al. De laatste op mijn lijstje was PQW. Ik schrijf er nog een paar op en daarna zet ik daar even een streep onder. SPD0AC. Papa Echo. Papa Alpha 1 Romeo Oscar November. Papa Alpha 1 Romeo Oscar November. Papa Fox Radio. Gaan we het hierbij houden. PD0AC, kerstronde 2015 van PI2NOS. Eens kijken of ik het allemaal een beetje heb kunnen meeschrijven. De eerste was Papa Echo 1 November India Lima. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hans, PD0AC. Papa Echo 1 November India Lima. Kutiha Gemert. Namens Cor. En ik ga het dus uiteraard over de laatste... De laatste ontvangst die we hierbij gezet hebben aan Eindhoven, werkt prima. Ja, ik wil natuurlijk ook de wens uitbrengen aan iedereen die mee zit te luisteren voor de dagen die er nog over zijn en een heel goed en gezond 2016, of wel een amateurvriendelijk 2016, hè. Microfoon even terug, Hans. PD0AC, Papa Echo 1, november in Jalima. Ja, dankjewel Cor voor de beste wensen. Uiteraard krijg je die retour van het hele team. En die ontvanger Eindhoven doet het prima, hè. En het wordt misschien nog allemaal wat beter in het zuiden, hè. Maar alles kost natuurlijk vreselijk veel tijd.
Het is vaak niet de hardware die het probleem is. Dat zal Micha kunnen beamen. Maar vaak de organisatie, het krijgen van toestemming en zo. Dat valt tegenwoordig niet mee. Als je vroeger een antenne op je dak had en hij brak af, dan stonden je buren klaar om je te helpen. En als je er nu eentje op het dak zet, dan schreeuwen ze moord en brand. Hè? Dus er is wel een hoop veranderd. En bij masten waar we willen logeren met een antenne is dat tegenwoordig ook het geval. Hè? Het is allemaal niet meer zo vreselijk makkelijk. In ieder geval, dankjewel, Cor. Ga ik naar de volgende op de lijst waarvan ik alleen dus ik heb Oscar Lima Sierra. Ga je gang. Nou, ik denk dat Oscar Zulu Sierra was. Dat is als tweede. Naam hier is Dustin Delta Uniform Sierra Tango India November. En de call is Papa Echo 1. Oscar Zulu Sierra. Ocean Sons Super Sugar. En ja, allemaal fijne kerst. En eigenlijk ook de eerste keer van mij dat ik me aanmeld op een kerstwonde. Wat ook de eerste keer was dat ik een setje in de auto heb gemonteerd. Ik vond het wel een interessant experiment om inderdaad te zien dat er zoveel repeaters op een leuke manier aan elkaar geknoopt zijn. En wat een dekking landelijk biedt. Interessant, leuk. Ik ben zelf ook BT-houder, maar zei het al van een ATV-repeater. Leuk, leuk initiatief, waarvoor dank. En inderdaad ook een mooie opleving weer van de hobby. Een hoop activiteit. Misschien was het er wel, maar het is in ieder geval weer wat zichtbaar. Zeg fijne kerst, fijne jaarwisseling en tot de volgende keer. Ja, dankjewel Dustin voor de complimenten aan het team. En uiteraard ook de beste wensen voor het komende jaar. Sorry voor het vernachelen van je suffix. Ik ben duidelijk niet zo ervaren als PD1 ALO die dit normaal doet. Die is echt door de wol geverfd, hè, gedurende de jaren, tientallen jaren zelfs. En voor mij is het ook maar de eerste keer dat ik zo'n grote ronde leid. Dus af en toe dan heb ik wel eens een slip of de pen. En dat betekent dan in dit geval letterlijk. Hè. De volgende lijst was 2 Charlie Delta Tango. Ga je gang. Het zal zijn 2 Charlie Delta Foxtrot, denk ik, Hans. Ja, en ik zie het ook, want het kleine lijntje van de F staat precies ook op een lijntje van het papier. En dan lijkt het net een T, maar het is een F. Ga je gang. Ja, dankjewel Hans. Dit is Papa Delta nummertje 2, Charlie Delta Foxtrot vanuit Gorinchem. In het bijzonder de beste wensen voor iedereen. En in het bijzonder uiteraard voor het team van NOS en UTR. Voor al het werk wat ze doen en uiteraard nog moeten doen. Namens het team van Papa India via Golfbal voor Charlie. Dat is dan de ronde van Gorinchem die elke zondagmorgen QRV is tussen 11 en 12 uur, Hans. En jij uiteraard ook bedankt voor het leiden van de ronde. En de naam is aan deze kant Wim Whisky India Mike over. Ja, dankjewel Wim, PD2CDF, het hele rondje PD0AC. Jullie daar ook de beste wensen en veel plezier met jullie eigen rondes natuurlijk. Deze is maar één keer per jaar, maar ik neem aan dat jullie hem wat vaker houden. Hè. En het allerbeste voor 2016. Dit is PD0AC met de kerstronde 2015 van PI2NOS. En de volgende suffix die op mijn lijst staat is Hotel Lima Bravo. Ja, goedemorgen. Hotel PNH, Hotel Bravo Lima. En die doet het beste wensen vanuit Horen. Een klein beetje zo. Dus Horen is een regio 45. P1 Hotel Bravo Lima. Je zit denk ik op een portofoon. En je zwabbert van S0 naar S2, S3 misschien, op de ingang van de repeater. Dus af en toe moet ik wat missen. Eerst eens even controleren of ik de calls zijn goed heb. P1 Hotel Bravo Lima. Eens even kijken of ik er ook nog een naam uit kan vissen. Dit is PD0AC. Ja, goeie. PE1. De naam is deze. Nee, het lukt niet, dus ik hou het hier even bij. P1 Hotel Bravo Lima. Ik zet wel even een streepje bij de voornaam. Waarschijnlijk kunnen we dat wel ergens van een website afplukken. Hè. In ieder geval de beste wensen van het team.
Maar je zit ja, echt op het randje, maar vaak onder het randje van de squelchdrempel en dan houdt het een beetje op. Hè. Dit is PD0AC, volgende station op mijn lijst. Eindigt op Bravo Romeo Tango. Geen BAT, PA1 JOS. Ja, dat ben ik, Hans. De beste wensen en ook aan iedereen hier op deze frequentie van PI2NOS. Papa Delta 0, Alpha Charlie, Papa Alpha 1, Juliet Oscar Sierra, QTH Voorburg. En ja, de beste wensen voor de feestdagen. Hè. Voorlopig eventjes kerstmis, maar ook natuurlijk voor het nieuwe jaar. En ik zeg natuurlijk aan het hele team daar... Leuk initiatief weer, Hans. En ik zit er al eventjes hier een tijdje te luisteren. Dus ik hoop dat het volgend jaar ook weer zo is. Hè. Als Haaglanden Borrelronde luisteraar weet ik, of netleider, weet ik wel hoe het is met de luistervinken die zich inmelden. En de zendamateurs, dus bij deze. Hè. En ook als repeaterbeheerder met het Jotoma Consortium met 5 repeaters inmiddels. Als enige in Nederland de lab... Aantof binnen, maar goed, het moet te zijner tijd op C via FM overgeschreven worden, hè, van System Fusion. Weet ik er maar alles van, hè. Ik maak weinig gebruik van de repeaters, maar ik leef wel met jullie mee, hè. En alle achting dus bij deze, hè. En medewerking eventueel in wat voor opzicht dan ook is van deze kant gegarandeerd, maar dan hoor ik het wel, hè. Een hele fijne zondag, nee, zaterdag, hè. Het is zaterdag, dus ik heb straks nog eventjes om 16:30 mijn ronde, mijn extra ronde. En ik zeg aan iedereen, alle windstreken, fijne dagen nog en een goede jaarsovergang naar 2016 met veel hobbyplezier en gezondheid. Papa Delta 0, Alpha Charlie via PI2NOS, Papa Alpha 1, Juliet Oscar Sierra en de naam is Jos, hè. QTA. Ja, dankjewel Jos. Die voornaam had ik al een beetje gegokt en erachter gezet voor het geval dat. Jullie daar natuurlijk ook veel succes met de repeaters. En je weet hoeveel werk het is, hè. Dit is PI2ONS, de kerstronde 2015 achter de microfoon PD0AC. De volgende suffix op mijn lijst is Delta Bravo Hotel. Ja, dit is Papa Alpha 2, Delta Bravo Hotel. De naam is Dick, Delta India Charlie Kilo, QTH Hilversum. Langs deze weg een ieder een ontzettende fijne kerstdagen. En mochten we elkaar niet spreken, uiteraard een goed, gezond en voorspoedig nieuwjaar. Papa Alpha 2, Delta Bravo Hotel, microfoon retour naar PI2NOS. Ja, dankjewel Dick. Jij ook de beste wensen. Van het hele team en ik neem aan van heel Nederland. Hè. Graag tot de volgende keer. Romeo Lima Delta. Ja, goedemiddag. PD2RLD. De naam is Roland vanuit Bidgemolen, vlakbij Leeuwarden. Ik wil iedereen nog een hele fijne dag toewensen en alvast de allerbeste wensen voor 2016. Uiteraard, zoals meer gehoord de afgelopen anderhalf uur, compliment aan de crew van PI2NOS, hoe dat het systeem allemaal is opgezet. Het werkt formidabel. En uiteraard ook alle lof voor jou, PD0AC, voor het leiden van deze ronde. Goed, wilde ik het graag hierbij laten. Microfoon weer retour, PD0AC, de ronde van PI2NOS. Dit is Papa Delta 2, Romeo Lima Delta. Ja, dankjewel Roland. Graag tot de volgende keer. Je zet ook een prima signaal neer, hè, daar vandaan. PD0AC hier is QTH overigens, Almere voor degenen die het niet weten. En dat gaat over het algemeen ook wel goed, hè, op een aantal ontvangers. Papa Echo 1, Papa Quebec Whiskey, ga je gang. Ja, goedemiddag Hans en alle luisteraars. Dit is Papa Echo 1, Papa Quebec Whiskey. De naam is Gerald, Golf Echo Romeo Alpha Lima Delta. En het QTH is kort en hoef. En ik wil ook iedereen vast het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Met veel hobbyplezier. En nou, wie weet nog meer ontvangers bij NOS. Team, repeater team natuurlijk ook bedankt voor alle inzet.
En jij, Hans, bedankt voor het leiden van de ronde. Hè? Hartstikke leuk. Luister van het begin af aan al mee. En volgens mij heb je wel een aantal deelnemers gelogd, hè? Microfoon retour, PD0AC van PE1PQW. Ja, dankjewel, Gerald. Ik heb ze niet geteld. Maar het is inmiddels een aantal pagina's vol, hè, wat ik hier heb lopen kladden. Er loopt ook een opnamesysteem op de achtergrond mee. Dus als ik wat gemist heb of een foutje, dan kan ik dat er alsnog uithalen. Maar ach, het komt niet op een lettertje meer of minder. Het gaat meer even om de gezelligheid en om elkaar de beste wensen te geven, ook voor het nieuwe jaar. In ieder geval dankjewel, Gerard, ook voor de complimenten. Dan ga ik naar de laatste twee stations en daarna ga ik toch echt beneden wat te drinken pakken en wat te eten. Ik heb gewoon een half uurtje bijgeplakt. Wat geeft het allemaal? Het is gewoon hartstikke gezellig, hè. Dat is Papa Alpha 1 Romeo Oscar November. Heb ik dat goed? Ja, ik dacht het wel. Die de microfoon, de ronde, PDNLAC. De Papa Alpha 1 Romeo Oscar November. Ik wens iedereen en alle luisteraars ook de beste wensen voor 2016. En ik hoop volgend jaar jullie weer allemaal te horen met deze kerstronde. En het was heel leuk. Mijn dank hiervoor, Hans. En ook uiteraard het hele team wat zich heeft ingezet voor deze kerstronde. En ik geef hierbij de microfoon weer retour, Hans. Moet ik het even overnemen, Hans? Staan de PA1LN. Ik neem ook aan dat de naam Ron is. Dat heb ik maar even achtergezet. Is dat niet zo, dan hoor ik het zo wel, hè. Ook de beste wensen. En graag tot volgend jaar, hè. Dan zal er ongetwijfeld weer zo'n ronde gehouden worden. Of ik die dan ook voorzit, dat weet ik niet. Het zou ook kunnen zijn dat Berend weer een toer is. Wat ik al eerder gezegd heb, die is door de wol geverfd, hè, met rondes. Dat doet hij altijd heel erg goed. Als laatste, en daarna ga ik een hapje eten en wat te drinken pakken, want de keel is inmiddels aardig droog. DFR, ik dacht 3DFR, de ronde PET10AC. Ja, inderdaad, hè. Spanja 3DFR. Daarmee is Paul. Ja, ieder ook alvast de beste wensen. Een goede jaarwisseling. En voor de rest niet zoveel toe te voegen, hè. Dus beperk ik me weer tot luisteren. In ieder geval bedankt voor het leiden van de ronde. Van PA 3DFR. Moet ik hem even overnemen, Hans? Ja, Paul. Ja, Micha, als je dat zou willen doen, dan kan ik even wat te drinken pakken. We zijn al anderhalf uur onderweg, hè. En het gaat vreselijk hard, Micha. Als je dat zou willen doen. Ik vond het wel een beetje cru om zomaar ergens een streep te trekken. Maar op een gegeven moment gaat de keel toch een beetje parten spelen. Paul, jij bedankt bij PA3DFR voor alle goede wensen en graag tot horens in het volgende jaar. In alle gezondheid en uiteraard de beste wensen van het team. Is PD0AC Papa Delta 0 Alpha Charlie. Ik geef dan even de microfoon over aan Misha, zodat ik even de keel kan smeren. Allemaal bedankt voor jullie geduld en bedankt voor de excellente manier waarop jullie allemaal je ingemeld hebben zonder een onvertogen woord. Hè. Dus de complimenten gaan in dit geval ook jullie kant op. Ik geef de microfoon over aan Misha, PA1OKZ. En dan knijp ik er even tussenuit. Dit is PD0AC, Papa Delta 0 Alpha Charlie. Dankjewel, Hans. Ik zou zeggen, nogmaals dank namens iedereen voor de ronde zover. We gaan gewoon nog even door, zolang er nog inmelders zijn. Hè. Het is misschien een beetje zuur als mensen gewoon omwille van de lange tijd die we nodig hebben voor alles geen gelegenheid krijgen om zich even in te melden. Hè. Dus ik kijk nog wel even of er nog meer zijn. Dan luister ik nog even door en misschien pak ik het zo wel weer terug. Als eet smakelijk even en nogmaals bedankt. Spreek je nadien nog wel even. Dan kunnen we even de lijstjes samenvoegen. Goed. Call hier is Papa Alpha 1 Oscar Kilo Zulu. Naam is Misha, Mike India Sierra, Charlie Hotel Alpha. Vanuit het Loosdrechtse. Ik stel voor dat ik gewoon op dezelfde voet doorga als Hans dat deed. Door even lijstjes van pak een beet 5 te maken, voor zover ik dat kan volgen. Dat zal nog niet zo simpel zijn. En dan maar eens even kijken of er nog meer zijn. Hè. Dit is PA1OKZ. Dit is de kerstronde op de repeater P2NOS. Kijk of er nog meer inmelders zijn. QRZ. PA1 Juliet, Foxtrot, Bravo, Mobiel. 1 goedemiddag. Hotel India, tweede poging.
Oké, okay. Ik heb er een paar eerst om mee te beginnen. Ik dacht dat ik eerst 3BRG hoorde, PA1 JFB en Hotel India. Dus eerst naar de eerste. Ik dacht dat het PA3 BRG was. Goedemiddag, dit is PA1 OKZ. Roger, Misha. PA3 BRG voor jouw retour. Beste seizoenswensen voor iedereen, de repeater crew in het bijzonder. En voor jou, Misha. En Hans, inmiddels weg, maar ook voor hem. Allerbeste gezond op in het nieuwe jaar en tot werkens. PA3 BRG. Uitstekend, Gerald uit Utrecht weet ik toevallig. Dat is makkelijk, dan hoef ik het niet meer na te vragen. Voor de mail, mensen die zich inmelden en die de microfoon krijgen, graag even de naam en de QTH. Dat is wel zo makkelijk voor de luisterende stations ook. Ik ken er sommige wel, andere weer niet. Oké, Gerald, dankjewel, 73. Ga ik door naar Papa Alpha en Juliet Foxtrot Bravo van P... nou moet ik wel een goede call zeggen. PA1 OKZ, in dit geval gewoon mijn eigen call. Ja, en goedemiddag. Dit is Papa Delta 1, Juliet Foxtrot Bravo mobiel. Naam aan deze kant is Friso, Foxtrot Romeo India Sierra Oscar en de QTH is Heerdegwaard. Ik ben hier even boodschapjes aan het doen en ik was al een tijdje op luisteren. Ik wil eventjes Hans bedanken voor het leiden van de ronde. Jij voor het overnemen, Misha, ook hartstikke mooi. En ook de beste wensen voor het hele NOS-team. En de beste wensen uiteraard voor het nieuwe jaar. En iedereen veel plezier met de radiohobby. Dit is Papa Delta 1, Juliet, Foxtrot Bravo vanuit Heerdegwaard. Uitstekend, Friso. En dat vanuit het mobiel. Komt er goed overheen? Op de ontvanger uiteraard hè, in Noord-Schouwwoude. Oké, dankjewel. Jij ook fijne dagen en tot de volgende keer. Dan had ik alleen de suffix Hotel India. Maar wat ervoor hoort, dat heb ik niet meegekregen. Wie was dat? Ja, dat was mijn tweede poging. Dus Papa Bravo 0 Alpha Hotel India vanuit Groningen. Komt het er zo overheen? Ja, dat komt er uitstekend overheen. Graag even de naam. Ja, dat ging dus net goed. Niet goed, hè. Wat meer portaal. Dus dat ging dus niet goed. De dame aan deze kant is Utsa Oscar Echo, Tango Sierra Echo. En ik wens iedereen nou natuurlijk nog een goede tweede kerstdag. En nog een heel gelukkig nieuwjaar en dat soort dingen allemaal. Dit was het Papa Hotel India. Prima Utsa, goed meegekregen allemaal dit keer. Ja, als het een beetje druk is en misschien dat het er dan niet lekker overheen komt, dan... Moet het toch even door, hè? Maar nu is het goed gelukt, joh. Hartstikke fijn. Fijne dagen, retour in 73. Dan maken we nog een nieuw lijstje. Kijken of er nog meer inmelders zijn. Op dit, mag wel zeggen, gezellige kerstrondje hier. Dit is PA1 OKZ. Zijn er nog meer? PD1 ON. Ook PD1 PRT. Tot papa. Papa 1, Hotel Papa Bravo. PA1 NUL. Papo Ecker 0, Fox, Latima Kilo, P0 FLK. Ja, dat zijn er weer vier, hè. We gaan gewoon weer even van boven naar aan beginnen. Het gaat redelijk snel nu. Zo langzamerhand kom je natuurlijk wel een beetje aan het einde. De meeste heeft Hans al gedaan. Papa Delta 1, Papa Oscar November heb ik gehoord. Graag even bevestiging of dat klopt en de naam in het QTH. Dit is PA1 OKZ. Was het PD1 PON? Of heb ik dat verkeerd gehoord? Probeer het even. Die hoor ik niet meer. Dan had ik Hotel Papa Bravo. Goedemiddag, PA1 OKZ. Ja, een hele goede middag. Papa Delta 1, Hotel Papa Bravo. Roepnaam is Peter. Papa Echo Tango Echo Romeo. Nou, ik wens iedereen de allerbeste wensen. Nog een hele prettige tweede kerstdag. En ook Hans nog voor het leiden van de ronde. Heb je heel mooi gedaan. En ook het hele team, hè. Dat wens ik ook het allerbeste in 2016. En dat we maar lekker zo door mogen gaan. Oké, microfoon terug naar jou, Masha. Prima, Peter. Namens Misha, Mike India Sierra Charlie Hotel Alpha. Kom nog even graag met het QTH. Ja, oké. Het QTH momenteel is Amsterdam. Op dit moment. Zelf kom ik uit Heerdegewaard, maar ik zit nu eventjes met een portotje in Amsterdam, over. Ja, is te zien, hè. Hartstikke mooi. De ontvanger van Peter, die nog via Echolink meeluistert. Goed, dankjewel, 73. En een fijne verder
tweede kerstdag. Dan hebben we vervolgens Papa Delta 1 november Uniform Lima, als ik het goed heb, van PA1 OKZ. Ja, goedendag. Dit is Papa Echo 1 november Uniform Lima. Mijn naam is Peter. PTA is de Zune. Zit met een tijdelijk noodzendertje. Ik wil jullie allemaal het beste wensen voor de van de kerst, wat er nog over is gebleven. En een gelukkig en heel fijn 2016. En dankzij onder de crew voor de fantastische visite die er is. Weer terug naar jou, Michiaan, van Papa Echo 1, november Uniform Lima. Oké, okay, Peter. Goed meegekregen allemaal. Een beetje ruis, maar het was ook een noodsetup. Ja, top. Nou, dankjewel. En jullie een fijne tweede kerstdag. Zonnetje schijnt hier inmiddels weer. Dus ik wil zometeen ook nog even naar buiten. Maar we gaan eerst nog even kijken of er nog meer zijn. Ik heb nog staan op het lijstje PE0FLK. En daarna maken we weer gewoon een nieuwe. Dan gaan we ook nog even naar eventuele Echolink luisteraars of stations kijken of die zich willen inmelden. Papa Echo 0, Foxtrot Lima Kilo, dacht ik te horen. Dit is PA1 OKZ. Papa Echo 0, Foxtrot Lima Kilo, QTH Eelde. De naam is erop, Radio Oscar Bravo. Ja, oké, Rob uit Eelde, uit het hoge noorden. Ik hoop dat jullie net zo mooi weer hebben als wij hier. Het lijkt wel zomer, hè? Ik zag vanmiddag ergens staan. Ik wens iedereen fijne kerstdagen deze zomer. Hi. Oké, okay, Rob, komt er goed uit. Aan jou nog even de microfoon. Ja, ook van deze kant de beste wensen voor het nieuwe jaar. En geniet nog even van de tweede kerstdagen. Het is hier ook mooi weer. Dus even naar buiten, het lijkt me een goede zaak. Iedereen bedankt. De microfoon gaat toe naar PA4 OKZ. Oké, Rob, dankjewel. 73 daar. En geniet ervan, hè. Tot de volgende keer. Voordat we nog een keertje luisteren op de frequenties, gaan we even kijken of er nog inmelders zijn via Echolink. De meeste zijn denk ik al aan bod geweest, maar misschien wil iemand het nog even proberen. Dus graag even het RF-pad vrijlaten en alleen Echolink-inmelders even de gelegenheid geven. En als die er niet zijn, gaan we weer snel verder. Zijn er nog echolinkers? Dit is Papa Alpha in Oscar Kilo Zulu. Nee, die zijn allemaal inmiddels aan de beurt geweest, hè? Ik denk dat we ook een beetje het staartje naderen. Maar het is wel leuk als iedereen een beetje aan de beurt geweest is. Goed, we proberen gewoon nog opnieuw een lijstje te maken. Zijn er nog meer inmelders? Dit is de kerstronde op PE2NOS. En de callsign hier is Papa Alpha 1 Oscar Kilo Zulu. Papa Alpha 3 Echo Romeo November. PIP. Delta. Ik kon het niet alles horen, want er waren een paar door elkaar en één persoon zonder modulatie. Ik had in ieder geval PA3ERN, Echo Romeo November. Goedemiddag, ga je gang. Ja, goedemiddag van Papa Alpha 3 Echo Romeo November. De naam aan deze kant is Hans, Hotel Alpha November, Sierra Home, QTA Schiedam. En ik wens iedereen een prettig nieuwjaar en veel gezondheid en geluk uiteraard. Hè. En in ieder geval bedankt voor deze leuke ronde. Van Papa Alpha 3 Echo Romeo November. Prima, Hans. Komt er ook uitstekend overheen, hè? Via Den Haag in dit geval. Ik weet niet of je meekijkt. Er zijn er aardig wat. 77 inmelders via het kijkkastje, zullen we maar zeggen. En aan jou ook een fijne tweede kerstdag en alvast een voorspoedig 2016. Dan heb ik PE1, PIP. Remco, goedemiddag. Ja, goedemiddag Micha, goedemiddag allemaal. Ik wens jullie allemaal een fijn staartje van deze kerstdagen. En als we elkaar niet meer spreken, inderdaad een hele goede jaarwisseling. Vanuit Amsterdam, Zuidoost. Dus. En Hans, als je luistert, dank voor het leiden van de ronde. Het klonk goed, en Micha ook natuurlijk. Dus microfoon retour, PA1 OKZ, Papa Echo 1, Papa India, Papa. Oké, Remco, dankjewel. Jij ook. Ik zie je in deze dagen wel. Dan heb ik nog een doosje voor je staan. Maar dat komt allemaal goed, hè? 73 daar. Oké, er waren er nog meer, maar die gingen even aan elkaar ten onder.
Dus ik geef gewoon iedereen nog een keertje de gelegenheid. We luisteren nog even uit en ik maak waar mogelijk nog een keer een lijstje van pak en beet 5 stations. Even zien hoeveel er zijn. Dit is Papa Alpha 1 Oscar Kilo Zulu met de kerstronde op PI2 NOS. Papa Delta, nou Charlie Delta, Delta. PD0 RBX. Papa Delta, no, Charlie, Delta, Tango, portabel. Oké, we gaan nog even door. Zijn er nog meer? Goedemiddag, Misha. PD2 HPE. Ik zet het met zet aan. Echo, Tango, Echo. Die laatste ging niet helemaal goed, dat was alleen maar een brommetje. Oké, we hebben er weer een steltje. We beginnen met Papa Delta 0, Charlie Delta of Charlie Delta Delta. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar dat ga je me vast wel even vertellen. Goedemiddag, dit is PA1 OKZ. Ja, goedemiddag, Micha. Iedereen die luistert, iedereen de beste wens voor zometeen van 2016. En uiteraard nog de tweede kerstdag, die is nog in volle gang. De naam is, deze kant is Huub, Hotel Uniform, Uniform Bravo. De call was PD0 Charlie Delta en Delta, dubbel D. En het QTA is de helder, microfoon is goed, ja. Oké, Huub, komt er uitstekend doorheen, hè? Geen probleem. Goede modulatie ook, lekker duidelijk. Dus dat was allemaal prima meegekregen. Dankjewel en natuurlijk, ik denk namens iedereen. Mag ik wel zeggen, ook hetzelfde retour, hè? En 73. Papa Delta 0, Romeo Bravo X-ray heb ik dan op de lijst van PA1 OKZ. Ja, QSL, Micha. Goedemiddag inmiddels. Papa Delta 0, Romeo Bravo X-ray. Naam aan deze kant is Peter. Kunt u huis mee, dan ik. En ook ieder voor zover nog prettige dagen. En maak er wat van. Ik denk, probeer het toch nog eventjes. Ik zat al even op luisteren op de porto. En kruip toch nog eventjes naar boven naar de set en dan meld ik me nog even in. Dus bij deze. Hey, fijne dagen, microfoon weer retour. Ja, oké, Peter. Gaat goed hoor. Ja, dat is dan geen porto meer, maar je zult het wel meegekregen hebben zo links en rechts. Hè. Het is om 12 uur begonnen. Het is inmiddels 2:10, dus dat gaat lekker door. Ik weet niet hoeveel inmiddels er geweest zijn, maar het zullen er aardig wat zijn. Hè. Dat gaan we nog wel even tellen en dat plakken we wel even op de website of zo. Dus Hans heeft het op papier gedaan, ik doe het elektronisch. Dat scheelt me een hoop overtypen, AI. Gemak dient de mensen, zullen we maar zeggen. Hè. Tot de volgende keer in ieder geval en bedankt voor het inmelden. Ik heb ook staan Papa Delta 0, Charlie Delta Tango, strook portable. Graag even naam en QTA. PD0 CDT, ben je er nog? Dan hebben we het misschien verkeerd gehoord. Dan slaan we die even over. Proberen we dat zo nog even. Maar wie ik wel hoorde was Piet uit Utrecht. Goedemiddag Piet, PD2 HPE. Ja, goedemiddag Micha, als je mij niet hoort. Ik zit eigenlijk dichtbij, hè. Ja, het komt er leuk uit, hè. Het werkt hartstikke goed. Ik zette hem ook net aan, hoor. En ik denk, hé, ik meld mij gewoon even in, hè. Dat is PD2 HPE en ik wens ook iedereen die nog luistert een heel prettig uiteinde en een prettige kerstdag, wat er nog van over is. Ik ben gisteren lekker uitwezen eten bij mijn stiefdochter en we hebben genoten in ieder geval. Het was gezellig gisteravond in ieder geval ook. Goed Micha, dat is een beetje mijn relaas. Verder heb ik ook niks te beweren. Het werkt uitstekend. Als je ze vanuit Den Helder ook al hoort, nou, dus werkt het erg goed, hè. OKZ PD2 HP luistert. Oké, uitstekend Piet, goed meegekregen. Nou, leuk dat je ervan genoten hebt. Ja, alleen is anders ook maar alleen, hè. Dus je kunt maar beter lekker terecht gaan. Maar dat is goed gelukt zo te horen. Alright. Ik ga even snel verder, want er was nog één iemand, maar die meldde zich niet meer retour. Dat was Papa Delta 0, Charlie Delta Tango, dacht ik gehoord te hebben. Even luisteren of die er nog is en anders gaan we even snel verder met een volgende lijst. Ben je er nog?
dat komt niet meer door. Goed. Nou, dan maken we gewoon nog even een lijstje. Ik kijk nog even of er nieuwe inmelders zijn. Dit is de kerstronde op P2NOS. Achter de microfoon Misha, Papa Alpha en Oscar Kilozulu. Aan het staartje, denk ik, van deze kerstronde op tweede kerstdag. We luisteren nog even. Ik probeer weer een lijstje van pak een beet, een stationnetje of vijf te maken. QRZ. PA2AJD. PA3 Alpha Tango Radio. Alpha 1. Echo. PA 0 Oscar Lima Delta. Echo Tango Echo. Oké, nou dat zijn er weer een stelletje. Waarvan ik één call niet compleet had. En degene die hem als eerste krijgt, want die sloeg ik een beetje over. Die hoorde ik wel, maar ik vergat hem op te schrijven. Dat is John, PA0 ETE. Ja, je staat als laatste op de lijst, maar ik zet je even bovenaan, want net ging dat niet helemaal goed. En John, goedemiddag. Vanuit Amersfoort, van PA1 OKZ. Ja, mijn porto was leef. Dus het was ook maar half. Ik weet niet wat de staat van deze accu is, dus we zullen het zien. Iedereen heel fijne kerstdagen en alvast een voorspoedig 2016. En ik heb de hele ronde meegeluisterd. Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo. Oké, John. We zullen er misschien nog wel wat van horen, hè, in de Daily Minutes van vanavond. Dankjewel voor het retourkomen en natuurlijk jij ook fijne feestdagen voor zover ze nog duren. Hè. 73. Snel door naar PA2AJT, Alpha Julia Tango. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Micha, goedemiddag iedereen. In deze kerstronde. Ik vind het hartstikke leuk. Ik zit al een tijdje mee te luisteren. Ik ben mobiel onderweg met de X2L. En wij rijden in Roden. Roden in Drenthe, Micha. Iedereen prettige dagen verder nog gewenst. Een goede jaarwisseling. En graag tot horens. Namen deze kant is Gerrit trouwens. En het home QTA is Assen. Micha, ga je gang. Ja, oké, Gerrit. Goed meegekregen daar in Roden momenteel. Ook aan de XYL. Als ze weten wat dat betekent. Heel veel dames weten dat niet, hè. Die van mij overigens wel, hoor. Maar oké, goede reis daar verder. Fijne tweede kerstdag waar je ook naartoe gaat. En tot een volgende keer. Heb ik ook op de lijst staan PA3 ATR, Alpha Tango Radio. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Micha en alle anderen. Dit is Papa Alpha 3, Alpha Tango Radio. De Frans uit Driebergen. En ik was het daarnet die zonder modulatie zat, Micha, want ik had mijn 7100 nog op data staan, dus dat wilde niet echt lukken. Maar bij deze. Ik wens iedereen hele fijne dagen en binnenkort een heel gelukkig nieuwjaar. Prettige dag. En bedankt voor de ronde, Micha. Ja, de grootste dank gaat uit naar Hans Peder Nelassea, die even een pauze ingelacht heeft, want het werd wel erg lang. Maar goed, dat is alleen maar gunstig, zullen we maar zeggen. Oké, dankjewel Frans. Fijne kerst verder en tot de volgende keer. Ik heb ook nog iemand waarvan ik maar een deel van de suffix gehoord heb. Dat was Papa Alpha 1 en dan een question mark en dan een tango. Nou, ik hoop dat dat daarmee lukt en anders moet hij zich even opnieuw inmelden zometeen. Jij de microfoon van PA1 OKZ. Ik kan er helaas niet iets van maken. Ik weet wel dat het dezelfde was, want die was net zo zwak. Maar het zit net op het randje van de repeater, dus het komt er niet helemaal doorheen. Ik probeer het nog één keer en anders ga ik even door. Misschien kun je even kijken of je een iets beter plekje hebt. Het komt overwegend over de ontvanger in Groningen binnen. Maar het is net te zwak, hè? PA1 question mark tango. Dit is PA1 OKZ. Oké, Micha, call is Papa Alpha 1, Mike Tango. Mission code Texas, over. Ja, nu gaat het wel. Ik weet niet wat je veranderd hebt, maar dat is een verbetering, hè? Er zit wel wat ruis bij, maar ik versta het goed. Graag even namen in QTA. Nee, ik kom meteen met de porto. Op Echo Radio, Romeo, India, Tango in het QTA uit Siddeburen. Het is de hoogte van Appingedam. Mijn plaatsje in de gemeente Slochteren, een aardbevingsgebied, Michel. Voor iedereen een gezond 2016. En graag tot werken. 73 van PA1 en T.
Oké, PA1MT, dit is PA1OKZ. De naam ging even mis, hè? Die wil ik graag nog even opnieuw horen, want toen was het net even, ja, toen werd je een beetje door de repeater de nek omgedraaid. Maar voor de rest kwam het goed door, dus wat, kun je me nog een keer de naam vertellen? Jazeker, naam is Gerrit of Echo Romeo Romeo India Tingo. Ja, nu ging het vlekkeloos, hè? Met een portootje, nou ja, is toch niet gek, hè? Van de ene kant naar de andere kant van het land. Oké, fijne dag daar, 73, tot de volgende keer. En ik heb ook nog op het lijstje staan Papa Alpha 0, Oscar Lima Delta. Goedemiddag. Ja, oké, goedemiddag. Iedereen naar de frequentie van PNLO LD, PNLO Oscar Lima Delta. Naam is Jaap, QDH Sint Anna Parochie, provincie Friesland. Ik wens ook iedereen nog een heel goed slot van deze kerstdagen. En natuurlijk een hele goede jaarwisseling, hè. Alle beste voor het volgende jaar en veel gezondheid van PNL Oscar Lima Delta. Oké, Jaap, in Sint Anna Parochie. In het Friese komt er uitstekend doorheen, hè. Maar dat wist je waarschijnlijk al, want we horen je hier wel vaker. Oké, nou, ik wens je hetzelfde retour. Een fijn restantje van deze tweede kerstdag. En tot een volgende keer maar weer. Hè. Een fijne jaarwisseling natuurlijk ook. Goed, het lijstje is weer compleet. Het gaat maar door. Dus we blijven gewoon nog maar even een aanroep doen om nieuwe inmelders. Ik probeer weer een lijstje van ongeveer 5 te maken. En dan halen we die er achter elkaar even uit. Dat blijkt erg goed te werken. Dit is Papa Alpha 1 Oscar Kilo Zulu. Dit is de kerstronde op PE2NOS. Kuurpet. Papa Delta 1 Mike Lima Bravo. Papa Delta 0, Alpha Delta Charlie. Papa Foxtrot 9, Zulu X-ray. PA3GSD. Papa Delta 0, Charlie Mike. Papa Zulu F4, November X-ray. Goedemorgen, goedemiddag. November X-ray, dat leek op Peter, maar dat was erg vervormd. Dus die Echolink-inmelders, dat ging niet helemaal goed. Ik zal zo daar even een gaatje voor maken, hè? Maar ik heb het in ieder geval opgeschreven. Oké, bovenaan het lijstje beginnend. Papa Delta 1, Mike Lima Bravo. Goedemiddag, dit is PA1 OKZ met de kerstronde op NOS. Papa Delta 1, Mike Lima Bravo. Goedemiddag hier in de kerstronde. Allereerst voor iedereen natuurlijk... een hele fijne kerstdag en een voorspoedig 2016. De naam aan deze kant is Johan Juliet Oscar Hotel Alpha. En lokaliteit is Nijmegen, Gelderland. Micha, microfoon weer toe. Ja, dat gaat vlekkeloos, hè? Natuurlijk. Maar dat wist je al, denk ik. Komt inderdaad ook op Nijmegen binnen, zie ik. Goedemiddag, Johan. En dankjewel voor het inmelden in deze ronde. Deze lange, lange lijst van inmelders. Ik geloof niet dat we ooit zo'n lange lijst hebben mogen zien. Maar dat maakt het alleen maar des te leuker. Hè? We zijn inmiddels even kijken. Nou, de laatste minuut van 2 uur is, van 1 uur is ingegaan. Dus dan hebben we toch bijna een ronde van 2 uur. Een inmeldronde van 2 uur. Hè? Dat is ongekend. Hartstikke leuk, Johan. Dankjewel. Jij ook fijne feestdagen retour. En graag tot de volgende keer. Dan ga ik snel door naar de volgende. Papa Delta 0 Alpha Delta Charlie. Een goedemiddag. Ja, en dan goedemiddag iedereen die meeluistert. Oh, dat gaat weer wat anders. Goedemiddag iedereen die meeluistert. Ik wil natuurlijk ook iedereen nog een fijne dagen wensen voor wat er over is. Perino ADC, ook vanuit Coevorden. Michel, ga je gang. Ja, ook, ik wist dat, hè. Dat is niet zo verwonderlijk. Wij spreken elkaar wel eens vaker daar in Coevorden. Coevorden, waar ik nog wat roots heb liggen, zullen we maar zeggen. Goedemiddag Auke en dankjewel voor het melden aan de start van deze kerstronde in 2015. Jij ook fijne dagen daar, veel plezier. En binnenkort wil ik nog even iets met je overleggen. Ik heb nog een ideetje waar jij me misschien wel mee kunt helpen. Maar dat doen we wel op een ander moment. Je hebt misschien al een idee. 73 daar. Ga ik naar papa, ik dacht dat het was papa Delta 9 Zulu X-ray, maar over de prefix ben ik niet helemaal zeker. Maar probeer het even. Dit is PA1 OKZ. Ja, dankjewel Michel. Papa Foxtrot 9 Zulu X-ray, Marcel, grote beroep aan deze kant.
Iedereen een prettige resterende tweede kerstdag. En ik wil iedereen voor het komende nieuwe jaar alles toewensen wat men mij ook toewenst. Microfoon retour, PJ1OKZ, PJ9ZX. Ja, het tekent Marcel. Dan gaan we er maar vanuit dat het alleen maar goede dingen zijn, hè? Wat mij betreft wel in ieder geval. Dankjewel. Jij ook fijne feestdagen. En vast wel weer tot welsprekens. Volgens mij horen we je ook altijd in de PI4AA-ronde. 73 daar. Ik heb ook staan op de lijst PA3 GSD, Golf Sierra Delta, dacht ik te horen. Dit is PA1OKZ. Ja, dit is PA3 GSD. Goedemiddag allemaal op deze tweede kerstdag. De locatie is Weesp en de naam is Jos aan deze kant. Ik wens jullie nog een fijne dagen toe, ook een goede jaarwisseling. En tot wederhoor. PA3 GSD uit Weesp. En daarmee gaan we door de klok van 2 uur heen, Jos. Dankjewel. Jij ook daar, fijne dagen, 73. Graag tot een volgende keer. En dankjewel voor het inmelden. En dan PD0CM, Charlie Mike. Goedemiddag. Een goedemiddag, Misha, Dennis, Hilversum aan deze kant. De beste wensen voor een ieder, aan Berend in het bijzonder, met name zijn gezondheid. En ja, op naar het nieuwe jaar zou ik zeggen. Zo is het maar net, hè. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb nog een beetje vakantie, dus dat is wel fijn. Dus dan gaan we nog even lekker aan de hobby. Hi. Goed zo, ik dank je wel. Jij ook fijne dagen, 73. Dan had ik nog wat echolinken inmelden. Dat is een mooie gelegenheid, want ik ben weer aan het einde van mijn lijstje. Ik dacht PJ4NX te horen, weet ik niet zeker. Alleen dat was erg hard de eerste keer. En er was ook nog iemand anders die wat probeerde. Dus graag alleen even echolink. En dan geef ik eerst even de microfoon aan de persoon eindigend op NX. Maar dat kan er bijna maar één zijn. Van PA1OKZ. Ja, inderdaad. En ik moet wat verder van de microfoon afspreken, denk ik. Dit is Papa Julius 4 november X2. Is goed opgemerkt, Misha. En leuk dat de ronde zo lang duurt. Want ik had geen zin om 7 uur op te staan in mijn lokale tijd. Het is inmiddels 9 uur hier. Ik wens iedereen een hele fijne tweede kerstdag. En een goed uiteinde. Een heel gezond 2016. En leuk dat het zo'n succes is. Hè. Ik luister nog heel kort uit, want ik moet ook any moment de deur uit voor andere tweede kerstdagverplichting. Hè. We hebben geen meubelboulevard hier, dat kan weer niet. Goed, terug naar jou, Misha, van PJ4NX. Oké, Peter, dankjewel. Ja, we zouden bijna een ontvanger in bovenop IKEA neer moeten zetten. Hè. Succes verzekerd. Er schijnen op tweede kerstdag een heleboel mensen naartoe te gaan. Waar ik me overigens helemaal niets bij kan voorstellen. Dankjewel Peter, daar aan de andere kant van het water. Geniet van tweede kerstdag. Waarschijnlijk wat warmer als hier. En wij horen elkaar ongetwijfeld weer fijne feestdagen. Er was nog iemand via Echolink. Dus graag alleen even Echolink inmelders de ruimte. Dan gaan we zo weer even via het RF-pad verder. En dan eens even kijken wie zich nog meer willen melden. Dit is PA1OKZ met de kerstronde voor alleen Echolink inmelders. Ja, goedemiddag, Misha, dit PA3 Alpha November Foxy Echolink Mobiel. Over. Ja, dat was hem, denk ik. Alpha November Fox, goedemiddag. Graag even naam en het QTH. Ja, oké, Misha. De naam deze kant is Jos Julikowska Sierra. En het QTH is momenteel in beeld in een landgoed Beerschoten waar we aan het wandelen zijn. Nou, bedankt. Meegeluisterd stukje, maar ja, het is veel te mooi hier om achter een jack te zitten. Dus ik wens je een goede middag nog verder en succes met het repeaterwerk ook. De naam aan deze kant was Jos, maar dus nu het hoopjaar is Utrecht. Misha, terug naar jou. PA1OKZ, PA3 Alpha, November Fox Portaal. Oké, Jos. Goed meegekregen. Af en toe met een kleine onderbreking, maar dat mag de pret niet drukken. Dat is dan waarschijnlijk de verbinding die niet optimaal is. Dat heb je niet altijd even hard in de hand. 73 daar, en dank je voor het inmelden. Ik luister even of er nog meer Echolink inmelders zijn. En anders gaan we nog een keertje luisteren op 70 centimeter. Zijn er nog meer via alleen Echolink? Nou, dan laten we de repeater even vrolijk uitpraten. Kennelijk dus niet. Ik zie dat het nog lekker druk is op Echolink. Niet zo druk als even daarvoor, maar er zijn er nog genoeg.
Toch gaan we even weer luisteren op 70 centimeter. Voor eventuele inmelders, dit is de kerstronde. Tweede kerstdag via P2NOS. En de callsign hier is Papa Alpha 1 Oscar Kilo Zulu. Naam is Micha QRZ. Papa Delta 5, Golf Delta Bravo. Papa. Papa Alpha 1, Charlie Lima. Papa Alpha 3 Delta Papa. Ik kon er eentje niet verstaan, maar die moet het zo helaas nog een keer proberen. Voor de rest heb ik er weer drie. Dat is om te beginnen Papa Delta 5, Golf Delta Bravo. Goedemiddag. Goedemiddag, Micha. De naam is Gerard en het QDH is Laren. Ik wens iedereen nog voor straks een goede jaarwisseling. En misschien spreken we elkaar nog. De microfoon retour. Gaat pas. Vast lukken, Gerard. Dank je wel voor het inmelden. Ik geloof niet dat ik je eerder gehoord heb vanuit Laren. Het is toch niet zo ver weg van Hilversum. Maar in ieder geval dank je wel voor het retour komen en tot de volgende keer. De volgende op de lijst is Papa Alpha in Whisky Charlie Lima. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dat is hier Pieter uit de buurt van Antwerpen. Ik wens iedereen zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar. Oké, uitstekend. Wat was de naam? Ja, de naam is Pieter. Papa India Echo Tango Echo Romeo. Oké, Pieter. Nou, dat gaat heel goed, hè. Komt er uitstekend overeen via de ontvanger die in Boom staat, uiteraard. Ik zie dat je wel een PA-call hebt, maar woon je in Antwerpen of ben je daar alleen even de gast? Ja, ik ben daar toevallig nu mobiel, dus ik ben inderdaad wel van België, maar ik heb een PA-call omdat ik zeer vaak in Nederland ben. Ah, oké, kijk aan. Nou ja, hartstikke leuk joh. Dat gaat heel mooi hè, op deze manier. Dus hartelijk welkom en leuk je even gehoord te hebben daar vanuit het Belgische. 73. Ik heb ook PA3DP, Delta Papa. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Micha en iedereen die luistert van PA3DP. De naam is Dio. Vanuit het QTA Feyenoord. Ik wil iedereen nog een bijzonder fijne feestdagen en vooral heel veel gezondheid toewensen voor het komende jaar. PA1 OKZ, de kerstronde van PA3DP. Oké, Dion, prima. Nou, dat gaat vlekkeloos, hè. Via de Zuidwestontvangers. Allemaal, overigens. Oké, fijne feestdagen, retour en tot de volgende keer. We maken het lijstje weer even verder lang, want er waren er nog meer, maar ik kon niet alles verstaan. Want af en toe gaat er wel eens wat tegelijkertijd natuurlijk. Dit is PA1 OKZ op de kerstronde hier via PI2NOS. Wie was er nog meer? Peter nog Hotel India Fox. Mike. Echo 1, Golf Delta, Papa. Papa Alpha 1, November, Bravo. Papa Charlie 3, Mike. Papa Echo 1, Golf Delta, Papa. Allereerst hoorde ik dacht dat het Janneke was uit mijn hoofd. Ik weet het niet zeker meer, of Jannie. Eén van de twee. Hotel India Fox was het toch, of heb ik dat mis? Nee, dat klopt helemaal mis, ja. Ja, ga je gang maar even. Voor de anderen misschien aardig om even te vertellen wie je bent. VDNL Hotel India Fox. Naam is Jannie, Kutja uit Leeuwen. Maar ik had het al een paar keer eerder geprobeerd, hè. Maar ja, die mannen zijn een klein beetje te vlug. Dus dat ging de mist in. Maar goed, ik wens ook in iedereen nog een goed kerst voor wat er van over is natuurlijk. En ik vond dat Hans het hartstikke goed had gedaan, hè. Ja. En ik wou Berend de sterkte wensen. En iedereen heel goed jaar voor 2016, hè. Dankjewel, Jannie. Ja, helder, hè. Ik wist het al, hoor. Maar voor andere mensen is het ook wel leuk die het nog niet eerder gehoord hebben. Ja, dankjewel, Jannie. Hetzelfde retour richting Leeuwarden daar. En fijne feestdagen en een goed 2016 alvast toegewenst, hè. Ga ik snel door. Ik heb op de lijst staan Papa Echo 1 Golf Delta Papa. Hé, dat is ook een bekende. Ja, inderdaad, Micha. Hartstikke bekend. Nou, in ieder geval hartstikke mooi. En verder wens ik iedereen in ieder geval nog een goede kerst, wat er over is. En op naar het nieuwe jaar. Oké, micro even voor de tour. Ja, oké, prima. Vertel even wie je bent. Dat is veel leuker als het uit jouw mond komt, want ik weet het wel. Maar er zijn er nog zoveel meer, hè? Ja, oké, inderdaad, Michel, dank je. Naam aan deze kant is René, Romeo, Echo, Nico, Echo. En het QTA hier is Bussum. Dus wat dat betreft erg dichtbij. Oké, Michel zie ik natuurlijk ook weer met PI4AA. Oké, micro nog even voor de tour.
wil zeggen, wij komen elkaar wel eens wat vaker tegen, hè? Dan alleen hier. Oké, dankjewel René, 73 op deze tweede kerstdag en voor het e-mail in deze kerstronde. Hè. Tot de volgende keer. Ik heb staan PA1NB, November Bravo. Goedemiddag. Goedemiddag, Misha. Via de kerstronde, via PI2NB. Naam aan deze kant is Hans Hotel Alfa November Sierra en de QTA is Leiderdorp. Ieder natuurlijk nog een hele fijne voortzetting van de tweede kerstdag. En natuurlijk een heel gezond en radioactief en voorspoedig 2016 toegewenst voor ieder. Terug naar PI2NOS, dit is Papa Alfa 1 November, bravo. Dankjewel Hans. Een hoop Hansen vandaag. Daar in Leiderdorp, maar dat is de eerste uit Leiderdorp, dus dan dat onderscheid je weer van de rest, hè, zeg ik altijd maar. Dankjewel, fijne feestdagen, joh. 73, tot de volgende keer. Papa Charlie 3 Mike, dacht ik gehoord te hebben. Goedemiddag. Goedemiddag, Micha, dit is Papa Charlie 3 Mike. Naam hier is Peter aan QTA Amersfoort. En zoals in ieder ook de beste wensen vanaf deze zijde. Ja, okay. Ja, kort maar krachtig, hè, zeggen we dan, Peter. Kort maar krachtig, ook de beste wensen retour, joh. Fijne feestdagen nog en tot de volgende keer. En daarmee is het lijstje weer compleet. Nou, we gaan nog maar een keertje door, hè. Het gaat lekker zo. Ik was een beetje in de veronderstelling dat het een beetje einde ronde zou zijn, maar er zijn nog meer dan genoeg inmelders. Dus ik luister nog een keertje uit, kijken of er nog meer zijn. En dan maken we gewoon weer een lijstje van pak en beet, een man of vijf. Dit is PA1 OKZ met de kerstronde via PI2 NOS. Papa Echo 1, Papa Lima Mike Mobiel. PA3, PNX. Daar. Papa Alfa 1, Romeo Viking. Papa Echo 1, Whisky Bravo. Nou, dat is wel weer een mooi lijstje, hè? Daar doen we het weer even voor. Goedemiddag allemaal voor de mensen die zich net inmelden. Ik heb als eerste genoteerd P1, PLM. Dat is Guus. Goedemiddag Guus, daar in het zuidwesten. Ja, goedemiddag iedereen. Uiteraard ook nog een goede tweede. En in dit jaar een derde kerstdag gewenst. En uiteraard een goede jaarwisseling. Op dit moment mobiel bij... Gils Rijen onderweg naar het home QTA in Hansweert, nabij Goes. Microfoon terug, Micha, van Papa Echo 1, Papa Lima Mike. Oké, Guus. Leuk je even ook hier te horen. Onze DV Mega specialist. en alle andere zaken nog meer, hè. Goeie reis naar huis, Guus. En nogmaals fijne feestdagen, hè. Wij spreken elkaar in deze dagen wel weer. 73 daar. En dan hoorde ik ook nog Lodewijk, PA3 BNX. Goedemiddag, Lodewijk. Ja, prima. PA3, BNX retour. Nou, ook iedereen een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar gewenst, voor zover het nodig is. En ook aan de repeater zelf. En dat de repeater volgend jaar maar weer gestadig mag uitdijen met hardware en software. Van mijn kant. En ik heb van de hele tijd al meegeluisterd, hè. Maar ik ben op het ogenblik, ik heb een boek gekregen. Wij houden geen Sinterklaas, maar ik heb een boek gekregen van Steve Jobs, biografie. Ik wist al een hele hoop dingen van Steve Jobs, maar lang niet alles, hè. Het boek is reuze interessant in ieder geval. Goed, gegroet. Verder een ieder en de microfoon weer retour naar Micha van PA3, BNX. Oké. Altijd lekker bezig, hè, die Lodewijk. Ja, je hebt eigenlijk helemaal geen introductie nodig, hè. Iedereen kent jou. en zeker hier, want we horen je regelmatig natuurlijk. Dankjewel, Lodewijk, joh. Fijne feestdagen nog. Geniet ervan. En we horen elkaar wel weer, dan wel komende week, dan wel in het nieuwe jaar. Hè. Tot de volgende keer. Ik heb ook Papa Alfa in Romeo Mike en dan een question mark. Dat laatste kon ik niet verstaan. Wie was dat? Papa Delta No Romeo Uniform Delta Portable. Ja, goedemiddag. Dit is Papa Alfa 1 Romeo Mike Yankee. We gaan het rond de Romeo van November. Ja, lijstje nog. En de allerlaatste ronde. De allerlaatste voor het nieuwe jaar. En nog een. En dan eigenlijk vooral specifiek een beetje aan de repeater crew, want die hebben toch een fantastisch mooi werk verricht, moet ik zeggen. Microfoon terug naar jou, Misha, PA1 OKZ van Papa Alfa 1, Romeo Mike.
Ja, oké. PA1 RMI met dat porto zo te horen. Dit is PA1 OKZ met de kerstronde. Ja, ik heb het laatste stuk van je doorgang goed gehoord. Het begin was wat moeilijker. Dus de naam en het QTA heb ik nog niet echt exact mee kunnen krijgen. Probeer dat nog eens. Ja, prima. De naam is Ron, Romeo, Oscar, November en het QTA is Leidschendam. Ja, dat ging perfect, hè, daar in Leidschendam. Oké, even snel opschrijven. Hoppa, dan zijn we weer bij. Type gaat me toch beter af dan schrijven, hoor, Hans. Ik weet niet of je inmiddels vingerlam bent. Je luistert vast nog wel mee, Hans Peter Nul AC. Oké, P1 Whisky Bravo. Was jij er ook nog? Dit is PA1 OKZ. OM5 KPO is er ook. Dit is Papa Echo 1 Whisky Bravo. De naam is Willy Whisky India Lima Lima India Echo. Mijn QTH is Tevelen, Tango, Echo, Echo, Foxtrot, Foxtrot, Echo, Lima, Echo, November. En ik wens iedereen dezelfde wens als die mijn voorgaande sprekers gedaan hebben allemaal, want ja, ik kan er natuurlijk weinig aan toevoegen. En verder, wat het persoonlijke vlak betreft, wens ik iedereen het dubbele wat men mij wenst. Misha, microfoon en tour van Papa Echo 1, Whisky Bravo. Oké, Willy, en Wim ook gehoord. Die hebben we al eerder gehoord vandaag. Dus ik ga ervan uit dat dat alleen maar goed is. Hè. Dankjewel voor het melden. Tevelen, ik heb geen idee waar dat ligt. Misschien kun je een kleine richting geven voordat ik weer verder ga. Ja hoor, dat is geen enkel probleem. Denk maar aan de gemeente Os. Dus de stad Os, daar is het een onderdeeltje van, zeg maar. Microfoon retour. Ja, oké. Okay. Nee, dat had ik eerlijk gezegd nog niet eerder gehoord. Hè. Zo leren we nog wat bij op deze dag. Dankjewel, Willy. 73 daar. Fijne feestdagen. Heb ik PD question mark Romeo Uniform Delta er tussendoor. Wie was dat? Kom nog even met de call. Dat was Papa Delta 0 Romeo Uniform Delta Portabel vanuit Nijmegen. Ja, goedemiddag vanuit Nijmegen. Mag ik ook je naam? Ja, dat is Ronnie Romeo Oscar November November Yankee. En ik wens iedereen nog prettige kerstdagen en een flinke hoedje in het nieuwe jaar. Nou, dat zit er niet in, hè, gezien het weer. Volgens mij gaan we gewoon een warme oud en nieuw tegemoet, hè. Maar laten we het hopen. Dankjewel, Ronnie, in Nijmegen. Goed meegekregen allemaal. 73 daar, fijne feestdagen en tot de volgende keer. Dan hoorde ik ook Wim tussendoor, ON5KTO. Ga je gang, Wim. Ja, goedemiddag, Micha en alle anderen die meeluisteren. Ik wens jullie allemaal een heel goed uiteinde. Een heel, heel gezond nieuw jaar, hè. En verder, is alles goed hier. Ik zit net even gestadig mee te luisteren. En ik zou me even inmelden. Of dat helemaal correct gegaan was, weet ik niet. Misschien moest ik wel onderaan de lijst, ook geen idee. Maar dat was het, Mies. OKZ, ON5KTO. Ja, het tekent Wim, goed verstaan. Hè? Tegenwoordig gaat dat nog makkelijker, hè? Via ontvanger in Eindhoven. Daar heb jij wel profijt van. Dus dank je en tot de volgende keer. Fijne feestdagen retour ook aan de familie daar, hè? 73. Dat is weer het einde van mijn lijstje. Ja, dat gaat maar door, of niet te geloven. Even kijken, ik heb er weer een stuk of 30 te pakken. En dan nog die, meer dan 100 plus verhandelten bovenop. Dan komt dat wel goed, hè. We gaan nog een keertje luisteren of er nog meer e-mailers zijn. En zolang er e-mailers zijn, gaan we gewoon even door, hè. Dit is de kerstronde op tweede kerstdag via PI2NOS. De call hier is Papa Alpha 1, Oscar Kilo Zulu. En de naam is Misha, Mike India Sierra, Charlie Hotel Alpha. Maak een lijstje van pak een beet 5 call signs. Dus kom maar op QRZ. Nee, Papa Delta 0 Hotel November Hotel. Papa Delta 3 Whisky Delta Kilo. Papa Echo 2 Delta Yankee Kilo. Papa Alpha 3 Foxtrot XV Hotel. Papa Delta 0 Julius Papa Kilo Porto Alfon. Nou, dat is weer een mooi lijstje van 5, hè. Het is alsof het erop gemaakt is. Maatwerk noemen ze dat. De eerste die ik hoorde was PD0HNH, Hotel November Hotel. Ik ken wel NHN, Noord-Holland Noord, maar dat zal dit keer niet zo zijn. Ga je gang. Ja, dus Papa Delta 0, Hotel November Hotel. Hoort niet hard vanuit IJsselstein, de naam is Rinus. Romeo India, November Uniform Sierra. En wenst iedereen een fijne kerst nog toe en een hele prettige jaarwisseling. Dankjewel, Rinus. Vanuit IJsselstein, dat is wel te zien ook aan het metertje daar. Die ging bijna stuk.
Maar net niet helemaal, hè. Oké, fijne feestdagen retour gewenst. Dan naar PD3 WDK. Papa Delta 3, Whisky Delta Kilo. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Misha. Papa Delta 3, Whisky Delta Kilo. En iedereen die luistert op dit kanaal, wens bij deze iedereen hele fijne dagen toe. Zover mogelijk. En het allerbeste voor het komend jaar. En hulde voor de mannen die de systemen beheren. Dat wil ik er ook nog even bij zeggen. Namens Ewout aan deze kant, locatie Hardingsveld, Giessendam. Microfoon retour van de Papa Delta 3 Whisky Delta Kilo. Oké, Ewout, prima. Goed meegekregen, hè? Dankjewel. We zijn bij deze in ontvangst genomen. En luisteren er een hoop mee, denk ik. En we gaan vrolijk door in het nieuwe jaar, hè. Dank je, 73 daar en fijne feestdagen. Dan Papa Echo 2 Delta Yankee Kilo. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, hè, Marcel. Voor iedereen de beste wensen doen natuurlijk ook voor de kerstdag en voor het nieuwe jaar. En heel veel gezondheid en allemaal welkom in de radio-hut in Hilversum. Ja, uitstekend. Het gaat een beetje in de wind. Dus het blaast een beetje. Kom nog even met de naam en Hilversum zal dan wel het QTA zijn, neem ik aan, hè? Het QTA is Sjoerd, maar het zit momenteel in Amsterdam in het Twiske. Maar QTA is Sjoerd en de naam aan deze kant is Lodi, Lima, Oscar, Delta, Yankee. In de wind zo te horen, Lodi. Ja, oké, okay, goed meegekregen, joh. Geen enkel probleem. Tot in de radiokelder, hè? Misschien wel bij de nieuwjaarsviering binnenkort. 73. Dan heb ik PA3 FXH, Foxtrot X-ray Hotel. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dit is Papa Alpha 3 Foxtrot X-ray Hotel. QTA Sammelsdijk op het eiland Goeree-Hoofdvlakke. De naam is Jan, jullie het al van november. En ik zit al een poosje mee te luisteren. Ik zit gelijk een computer te installeren. En ik heb sinds een 2 weken, 3 weken geleden heb ik deze frequentie in de set gezet. En dat werkt perfect, joh. Ja, middelharnis dat op het eiland Goeree-Hoofdvlakke, zoals ik al zei. En ik maak gebruik van de ontvanger of de zender in Goes en in Zierikzee, dacht ik. Maar het werkt perfect. Ik heb het zelf ook nog op de oude portefeuille gezet. Ik heb hier een TH79 van Kenwood. Dat is ook al een jaar of 20 oud, dat ding. En vorige week heb ik dat erin gezet en het werkt perfect. Dus ik kan vanaf de porto, met de porto, kan ik gewoon de spul aanspreken. Goed, bedankt iedereen. De beste wensen. En een goed 2016 gewenst. En ook nogmaals bedankt voor dit systeem zo in de lucht houden. Hartstikke goed, bedankt. Spap Alpha 3 Foxtrot X-ray Hotel. Oké, Jan, PA3 FXH. Dit is PA1 OKZ. Nou, komt er goed overheen, hè, vanuit zeg maar Sammelsdijk, middelharnis daar. Inderdaad over de ontvanger die in Zierikzee staat, maar er gingen er nog een aantal meer open ook. Hè, dus dat zal met de porto ook wel gaan, lijkt me. Oké, jij ook fijne feestdagen toegewenst en tot de volgende keer. En dan maken we het lijstje snel weer rond naar PD0 JDK. Meen ik gehoord te hebben, maar als het niet goed is hoor ik dat vanzelf wel, van PA1 OKZ. Dit is PD0 Juliet Papa Kilo, Papa Delta 0, Juliet Papa Kilo, momenteel vanuit de locatie Helmond en de voornaam is Juliet Oscar Hotel November John. De naam ging me iets te snel, kun je dat nog een keer herhalen? Dat was John, Juliet Oscar Hotel November. Oh, sorry, ja, dat nou je het zegt, nou valt het kwartje. Oké, John in Helmond, klein beetje ruis, maar goed te verstaan. En dank je voor het inmelden, hè. 73 daar en fijne feestdagen verder gewenst. Nou, kijk of er nog meer zijn. Het gaat maar door, hè. Zijn er nog meer inmelders voor een lijstje van pak een beet 5? Dit is PA1 OKZ met de kerstronde op PI2 NOS. En ik ben inmiddels retour, Romisha. Dat is PD0 RBO. PA5 ROB. Engo. PE1 BTP. PA3 NBC. Juliet Victor. Nou, zo gaat dat heel snel. Oké, Hans, welkom terug. Dan mag je hem zo weer pakken, hè, want ik heb ook nog wat verplichtingen. En ook mijn keel begint mee te doen. Ik zal je zo wel even het inmeldlijstje sturen. Dan kun je die mooi tussenvoegen, hè. Ik heb er nog 5. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Maar ik heb niet alles kunnen opschrijven, want dat was niet altijd even duidelijk. Maar we vissen dat er wel weer uit. Ik had als eerste, dacht ik, PD0 RDO. Maar kom nog even met de call voor de zekerheid.
Papa Delta 0, Romeo Bravo Oscar. Remy, Romeo, ik en Mike India. Aan en ieder, in ieder geval prettige feestdag. Vooralsnog de kerstdag nog lang duurt. En in ieder geval een gelukkig uiteinde. En in ieder geval lekker werken aan de hobby. Dat doe ik ook altijd. En veel succes in ieder geval in het volgende jaar van PD0RBO. Perfect, Remy, dankjewel. Ik vind het altijd leuk als ze je een prettig uiteinde wensen. Ik zeg dan altijd, dat vindt mijn vrouw ook altijd leuk. grapje. Remy, kom nog even met het QTH. Ergens in Noord-Holland, zo te zien. Ja, correct. Dat is zwaar. Dat is Zulu, Whisky, Alpha, Golf. Ik moest helemaal nadenken, joh. Maar goed. QTH is zwaar inderdaad. JO22MQ van PD0RBO. Ja, fantastisch, Remy. Oké, dankjewel. Goed doorgekomen allemaal. Fijne feestdagen en tot de volgende keer. Dan hoorde ik, als ik het goed heb, ook PA5 Rob. Goedemiddag, Rob. Misha, hele leuke kerstronde. Ik wil iedereen inderdaad niet het goede uiteinde wensen, maar in ieder geval succes met de stofwisseling en pas op met vuurwerk. En complimenten en veren en pluimen voor iedereen die dit verdient hier. Van PA5 Rob. Succes met de stofwisseling, die is nieuw. Oké, Rob, dan wens ik jou van harte hetzelfde toe, hè. Ik kan wel een beetje spek gebruiken volgens mij, hi. 73 bij jou, fijne feestdagen, tot de volgende keer. En ik hoorde ook Rolf, P1 PTP. Goedemiddag, Rolf. Ja, op de porto, hè. Dus de e-mailronde gaat zo gestructureerd. Iedereen een hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar met een hoop nieuwe opstelpunten. En Hans en Misha, bedankt voor de kerstronde. Het was hartstikke leuk. Van papa Echo 1, papa Tango papa. Ja, en dan zal ik nog even aanvullen dat je in Amstelveen zit natuurlijk. Tenminste, ik neem aan dat je daar op dit moment bent. Zo, toevallig wist ik dat, hè. Oké, Rolf, dankjewel joh. Wij zien elkaar ongetwijfeld binnenkort weer en dan nemen we er eentje. 73 daar. Ik dacht ook te horen iets wat leek op Juliet Whiskey Charlie, maar dat was niet helemaal helder bij me, dus probeer het maar even. Kom maar even met de callsign als je wil. Dit is PA1 OKZ. Ja, PA1 OKZ, dat had je goed gehoord. Ja, Jack uit de Los Angeles gekozen. In ieder geval toch een prettige feestdagen en uiteraard een goede jaarwisseling. En ook die veren voor jullie, Misha, van Fredrik Julien Wittinger. Oké, Jack. Jack, ik heb het gevoel dat er iets niet helemaal goed gaat bij je. Want je was in het begin van je doorgang bijzonder zacht. Heel weinig signaal, op geen enkele ontvanger zelfs, was dat goed. Terwijl je normaal gesproken prima te verstaan bent. En toen ergens midden in je doorgang kwam het weer terug. En daarna was het weer slecht, hè. Dus check even of je bekabeling et cetera in orde is. Want dat zijn we niet van je gewend. Ik zal nog even naar je retour sturen om even te horen. Jack, PA3 JWC van PA1 OKZ. Ja, dan gaan we even kijken of alles goed gaat, Misha. Ja, ik zie op de meter dat het inderdaad niet goed gaat. Oké, succes, bye. Ja, inderdaad. Het begin van de doorgang was nu wel goed en daarna ging het inderdaad mis. Kijk er maar even naar, anders gaat het vanzelf stuk. Dat zou zonde zijn. Succes, veel plezier, 73 en fijne feestdagen. Ik heb er nog eentje, Hans, en dan komt hij weer naar jou toe. Dat was een suffix Juliet Victor, maar wat ervoor hoort weet ik niet. Dus even luisteren naar Juliet Victor. Wat was de call? Goedemiddag, Misha. Dit is papa Alpha 4, Juliet Victor. Mijn naam is Jack, Juliet over Charlie Kilo, net als de voorganger. QTH Zelzenbroek bij Haarlem. En ik wens je nog een prettige dag verder vandaag en natuurlijk het allerbeste voor 2016. Hè? En ook aan ieder die luistert, Misha, ga je gang over. Papa India 2, november. Oké, Jack. In Velsenbroek, ja, nou je het zegt, in Velsenbroek wonen natuurlijk ook mensen. Ik ken dat eigenlijk alleen maar van de files, hè. Nee, schijntje natuurlijk. Jack, komt er goed overheen, was geen enkel probleem. Het verzoopt net een beetje in de drukte. Maar geen probleem hoor, 73 daar. Fijne feestdagen en tot de volgende keer. Hans, ik draag het stokje gewoon weer over aan jou. Dan wisselen we elkaar mooi af, want ik moet natuurlijk even in de keuken gaan helpen. Want ook vandaag moet er natuurlijk weer flink gegeten en gedronken worden. Je kent dat wel.
meld ik me bij deze uit. Ik luister wel even mee op de achtergrond. Dank je wel voor het doen van de ronde. Toch weer een heel tijdje en een heel lijstje. En ik zal je per mail wel eventjes de rest sturen. PD0AC voor de rest van de ronde. Van Papa Alpha 1, Oscar Kilo Zulu. Ja, oké. Okay. Misha, PA1OKZ. Van PD0AC. Bedankt dat je het stokje even over kon nemen. De keel werd wel heel erg droog. Na anderhalf uur. Dit is PD0AC Papa Delta 0 Alpha Charlie. We dachten dat de kerstronde ongeveer een uurtje zou duren, van 12 tot 1. En het is inmiddels al half drie geweest. En hoeveel inmelders we totaal hebben, ik durf het niet te zeggen, maar het zijn er wel heel erg veel. Van Misha en mij bij elkaar, daar ben ik wel van overtuigd. Hè? Het zou wel eens een record kunnen zijn. Ja, wie weet, we kunnen nog wel een half uurtje doorgaan, Max. En daarna roepen hier ook de verplichtingen waar ik me niet aan kon onttrekken op geen enkele manier. Maar dan is het toch ook wel weer mooi geweest, hè? Dit is PD0AC Kerstronde 2015 op PI2NOS. Ik ga weer een lijstje maken van mogelijke inmelders. En eens even kijken waar het schip strandt vandaag. Nou, kijk eens aan, Misha. Ik denk dat jij echt de laatste stations voor mijn neus hebt weggekaapt. Ik luister nog één keer uit. Mocht er niemand meer naartoe komen, dan sluiten we deze kerstronde van 2015 gewoon af. Is Peter in de last even luisteren? Nou, Papa Hotel 4, ik spreek. Papa Delta 0, Charlie Delta Tango. En Papa Delta 0, November Papa Alpha. Papa Charlie 7, ik spreek. Papa Delta 1, Juliet Hotel Hotel, strookmobiel. Nou, daar heb ik weer precies vijf. Papa Hotel 4 X-ray. En die kennen we natuurlijk ook goed. Jij de microfoon, de ronde PD0AC. Ja, oké, Hans, Misha. En natuurlijk ook Berend, die de ronde vorig jaar begonnen is. Dank voor vandaag. Ik heb met veel plezier meegeluisterd. Maar ik bedenk dat ik me nog niet ingebeld had. Ik was ondertussen op het laptopje bezig met allerlei berichtjes en websites en dingetjes. Door de e-mail ploegen. Dat kan allemaal mooi op tweede kerstdag, hè? Mooie dag daarvoor. Ik heb met heel veel plezier geluisterd. En ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het leiden van de ronde van PH4X, die weer op luisteren gaat. Ja, dankjewel Randy. En voor jou natuurlijk de beste wensen voor 2016. En we spreken elkaar ongetwijfeld binnenkort weer. De volgende op de lijst is PD0JDT, de Julia Delta Tango. Graag, hè? Julia Delta Tango, graag, hè? Nou, die is in het geweld verloren geraakt. De volgende was PD0 November Papa Alpha. Ja, en die is Ro. Goedemiddag, Hans. Papa Delta 0 November Papa Alpha. Roepnaam Theo. Tango Hotel Echo Oscar. De QTA is Beek. Bravo Echo Echo Kilo. Dat ligt aan de A12 Arnhem Oberhausen. Grensovergang Berg Oudweg. Ik wil jullie elkaar allemaal heel fijne kerstdagen, ja, wat er nog voor over is, toewensen. En voor 2016 heel veel gezondheid, heel veel geluk en heel veel radioplezier. Ja, dankjewel Theo voor de goede wensen en uiteraard retour. En ik denk dat ik na uitnaam van iedereen spreek en niet alleen vanuit het team of vanuit mezelf. Ook de allerbeste wensen en graag tot de volgende keer. René, PC7X, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik maak ook even voor de gelegenheid gebruik. Ik wens iedereen een hele prettige jaarwisseling. En nog een hele fijne avond vanuit Eindhoven op de avond op het moment. En ik ga ook weer op luisteren. Ja,
Ja, dankjewel René. En ook voor het vele werk wat je verricht hebt voor PI2NOS aan de softwarekant. Dat is een prachtige website uit voortgerold. Bij deze dan nog een keer de complimenten aan het einde van het jaar. Dan heb ik Papa Delta 1 Hotel, strook portable of strook mobiel. Een van de twee, hè? PD1HH, ga je gang. Ja, goedemiddag allemaal. Dit is Papa Delta 1 Juliet Hotel, strook mobiel. Vanuit Bergen op Zoom. Ik ben onderweg naar mijn werk. Ik wens, en ik ben bijna aangekomen op de bestemming, dus ik moet het kort houden. Ik wens alle zend- en luisteramateurs nog een prettige kerstdag. En alvast de beste wensen voor 2016. En tot de volgende doorgang. Ja, dankjewel. Als je nog even je voornaam noemt, dan kan ik die er even achter zetten. En in ieder geval bedankt voor de goede wensen. PD1 Juliet Hotel. Daar zie je maar, hè, als alles over elkaar heen buitelt. Raak er wel eens een lettertje verloren. Nog even je voornaam en dan staan die ook in het log. Dankjewel. Ja, goed. Dat is zo. De voornaam is de bekendste van Nederland. Dat is gewoon Jan. Juliet Alpha November. Prettige dag verder, want ik moet nu uit de auto. Ja, jij ook, Jan. PD1JH van PD0AC in de kerstronde 2015 via PI2NOS. Dan ben ik aan het eind van het lijstje gekomen van deze doorgang. Ga ik nog eens even luisteren of er e-mailers zijn. Ga je gang. Papa Alpha 2 Zulu. En dat blijft verder stil. Papa Alpha 2 Zulu, goedemiddag. Het rondje PD0AC. Goedemiddag, dit is Ad uit Bennekom. Namens Ad, Alpha Delta. En ik wou jullie zeggen, iedereen een plezierige kerst voor zover nog. En het allerbeste voor 2016, Hans. Tenminste, ik meen dat het de naam Hans was. Heb ik dat goed? Ja, helemaal goed, Ad. PA2 Zulu, Papa Delta 0, Alpha Charlie. Naam is inderdaad Hans. En QTA is Almere. En we hebben de kerstronde al lopen vanaf 12 uur, hè. Dus het is best wel een marathon geworden. Jij ook de beste wensen. Graag tot de volgende keer. Oké, bedankt en tot werkens. Is het PD0AC, Papa Delta 0 Alpha Charlie. Ik ga nog één keer uitluisteren voor mogelijke inmelders. En dan moeten we toch zo langzamerhand maar eens de boel af gaan sluiten. Vanwege andere verplichtingen. Wat natuurlijk normaal is op de kerstdagen. Is PD0AC. Luister nog één keer uit. Nou, meld Hans, dan wens ik je ook nog een prettige kerstdag wensen. En een goed weekend vanuit Utrecht-Noord. Want ik had mij al ingemeld bij Micha. Maar leuk jou even te horen van PD2HPJ in Utrecht. Namens Piet, hè? Ook al aan het woord geweest, maar ik wou dit nog even kwijt. Bedankt nogmaals voor de rest van de dag. Veel plezier. Goede jaarwisseling. En in gezondheid komen we elkaar tegen in 2016 van PD2WOG Gert uit Kesteren. Ja, oké, Piet. Dankjewel. En je zat even dubbel met PD2WOG. Een behoorlijk deel dubbel zelfs. Je wou nog iets kwijt, en, maar dat ging verloren in de doorgang van Piet. Hè? Want ja, Piet zit natuurlijk heel dicht bij al die ontvangers, dus die walst bijna alles plat, hè? Vanaf de 14e etage. Dus zou je, als je het nog wil, zou je een klein beetje kunnen herhalen, PD2WOG, PD0AC. Ja, Roger Misha, Gert uit Kesteren ben ik. Ik had me al ingemeld, nou aan het woord geweest, ook maar aan het slot van deze marathon. Bedankt Micha, bedankt Hans en iedereen die daaraan heeft meegewerkt en ertoe bijdraagt om de repeaters in de lucht te hebben en te houden. Fijne voortzetting van deze dag, een plezierige jaarwisseling. In gezondheid komen we elkaar hopelijk weer tegen in 2016. En dat is mijn ultieme wens van PD2WOG, Gert uit Kesteren. Bye! Ja, Rotje Gert, dan heb ik je nu even doorgestreept, anders dan sta je er dubbel in het log. Ook de beste wensen nogmaals, iedereen die geluisterd heeft. En ik wil iedereen bedanken voor de keurige manier waarop alles verlopen is in deze kerstronde.
Is behoorlijk uit de hand gelopen qua tijd, maar eigenlijk toch wel weer hartstikke leuk, hè. Heren, dames, die allemaal op luister zijn, luister amateurs, zend amateurs, via Echo Link of anderszins, via RF. Dit is PD0AC Papa Delta 0 Alpha Charlie, sluit bij deze de kerstronde 2015 af. En graag allemaal tot volgend jaar. Bye bye. Hier hou ik de groetjes van Bert en uit Laringen. Dankjewel, Hans. Ik vind het wel goed. Ja, iedereen, prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling van PD1 SRM. Ja, iedereen bedankt en tot horens. Dankjewel, Hans. PA1 OKZ inmiddels mobiel. Boodschappen doen, ik werd meteen weggestuurd. Ik ben wel benieuwd hoeveel je er totaal op de lijst hebt staan. Hè? Ik heb je een mailtje gestuurd. Ja, Roger. Nou, dat zijn er aardig veel, hè. En jij hebt er ook alweer aardig wat opgepikt in de tijd dat ik even gauw een broodje en wat andere dingen naar binnen werkte. Ja, ik heb nu verplichtingen die, waar ik niet aan kan ontkomen, dus ik moet sowieso afsluiten. Maar het werd ook wel heel erg stil. Ik had nog maar één station, hè, in de laatste doorgang. Groeten. Misha, bedankt even voor het overnemen. En ik zal straks de mail even openen. PD0AC Papa Delta 0 Alpha Charlie. Naar de verplichtingen van de tweede kerstdag. Bye bye. Ja, en ik weet niet of we nog een lijstje willen publiceren, maar dan moet ik ze even op mail hebben van je. Maar kijk maar even wat je wil, joh. Oké, okay, groeten. Ik gooi ze wel even een sprayatje. Roger. Dan weet je wat je volgend jaar te doen staat. Wat gaan we dan volgend jaar te doen, Gelmer? GLD. Nou, als het dan nog drukker wordt. Ja, dat weet ik niet, hè. Er was nog iemand anders tussendoor ook. Ja, dat weet ik niet, hè. Dan kom je wel een beetje in de verzadiging natuurlijk, hè. Ik kan niet eeuwig doorgaan. Maar hartstikke leuk zo. Het was wel een forse, ruim 2,5 uur. En je had dat gedacht, hè. Oké, die inmelder, ga je gang. Ja, ik denk dat je daarmee mij bedoelt, PD2RLD. Het publiceren van dat lijstje zou misschien wel erg leuk zijn, hè. Ik ben wel heel benieuwd. En met name ook waar iedereen allemaal vandaag vandaan kwam. Van PD2RLD. Ja, er wordt aan gewerkt, hè. Dat duurt wel eventjes, want de verplichtingen gaan even voor. Maar dat zal waarschijnlijk morgen of zo wel gebeuren. Alright, fijne dag daar, 73. Insgelijks, Misha, hele fijne dag nog en graag tot horens. PA1 OKZ van PD2LD, ook op de achtergrond in verband met de feestdagen. OKZ, 3EWC, is de modulatie en het signaal nu wel goed, Misha? Negatief, Jack, negatief. Je bent net te horen op de ontvanger IJsselstein. Normaal gesproken ben je daar keihard. Oké. Ik rij vlakbij je, Jack, en ik kan je niet eens ontvangen op de ingang. Oh, dat is minder geld, maar ik ga kijken wat er mis is. Ja, en ik krijg hem altijd glashelder binder en er zit nou een ruis bijna, is enorm in ieder geval. Jack, succes in ieder geval daarmee, hè? Vanuit Utrecht, PD2. Mis je ook een prettige dag nog. Leuk, ik dat ik deze keer die ronde. Ik vond het best hartstikke leuk. Goed, iedereen een heel prettig uiteinde straks. Hè? En een goed begin, hoop ik, in ieder geval voor iedereen. PD2 HPA Pieter Utrecht gaat luisteren. Hier hou ik de groetjes van de PA3 Echo Charlie Alpha vanuit Blaricum. Jack, JWC, ik heb het vermoeden dat je eindtrap kapot is. Dat zou je maar gezegd worden. Misschien kan die even een ander setje aansluiten om te kijken of het niet aan de antenne ligt. Ja, precies af aan de bekabeling van Papa Echo 1 Whiskey Bravo. Aansluiten, anders plaats ik er wel, maar dat zet je ook op. Ik wou net zeggen.
eventjes weten. Vooral als je weet wat je meet. Punt van stroom is de som van de spanning 0. Of het lijstje van de calls die zich ingemeld hebben wordt vergeleken met het register bij Agentschap Telecom om het register daar op te schonen van de actieve en niet actieve leden. Hi. Goedemiddag, Lodewijk. Oh, ik Lodewijk. Dat iedereen zijn donatie heeft gedaan. P1OFP. Ja, dat is ook een goeie, André. Dat vind ik ook een goeie, hè? Of het lijstje daarnaast te leggen. Ja, nou ja, goed. Het is maar een grapje natuurlijk, maar een inroepronde met, of een ronde met zoveel inmelders. Ja, tweede kerstdag. Iedereen vrij, of heel veel vrij. Het geeft wel een idee van welke amateurs wel of niet actief zijn op de VHF en UHF-banden. Voor de HF-banden ligt het nog wat anders, denk ik. Maar goed, dat zou misschien ook grappig zijn, hè? Om te kijken hoeveel procent zich dan ingemeld heeft of zo, hè? Ja. Nou ja, we zullen het wel zien, hè? Hai. Het is maar een grapje, hoor. Maar dat kwam er bij me op. Ik denk, het moet zo'n grote, lange lijst zijn. Ja, als je die naast het register legt van Agentschap Telecom, dan... voor dat soort statistieken. Maar goed. Ik ben weer op de achtergrond verder, anders. Van PA3 ben ik. Ik hou niet zo van lijsten. Ik zat vanmorgen mee te luisteren de hele week, maar het was zo druk. Nou, sorry hoor. Dan heb ik hier ook nog een paar kleinkinderen rondlopen. Dan ga ik even op de zijlijn en luister ik wel op de achtergrond mee. Heel af en toe, ook niet altijd. Het begon om 12 uur. Nou, dan is Hans behoorlijk bezig geweest. Maar oké, ik ga ook erover op luisteren. Even hier een beetje rommel in die check opruimen, want dat is een puinhoop aan woorden. Dat wil je echt niet weten. Kom goed, horen elkaar weer. Groetjes. 1 ORP op de zijlijn. Ja, oké. Okay. Nou ja, volgens mij waren het wel zoveel. Dat als het met potlood de lijst is bijgehouden, dan heb je toch wel diverse potloden nodig gehad of de punten slijpen diverse keren. Ah, ik weet niet, hè. Het is maar een beetje overdreven. Maar goed, misschien is het wel een record, hè? Who knows? Ik weet niet, een record voor een Guinness Book of Records. Goed, jij hebt de kleinkinderen over de vloer. Moet je eigenlijk daarmee bezighouden, OK. Ik heb tijdens het langste gedeelte van het gebeuren heb ik in mijn nieuwe boek zitten lezen. Ik heb een boek gekregen gisteravond. Het is nog lang niet uit, hoor. Pas een bladzijde of 100 of zo, denk ik. Het zijn er wel 500 of 600, hè. Dus het duurt nog wel eventjes. Ik was het zat. Ik denk, houd er mee op. Maar nou zit ik weer achter de computer te lezen. Gewoon op het scherm. Dat heb ik ook leesvoer genoeg. Microfoon nog een keertje retour. Naar André of naar andere inmelders van PA3, ben ik. Ja, ik vond hem ook, Lodewijk. Dus wel aan de hardheid van de stift, hè? Ja, als ik het zo gehoord heb vandaag, dan... Nou, in ieder geval de vulling van de pen leeg. Daarop houden. Ja, zoiets, hè? Nou ja, goed. Maar, nee, maar het toont toch maar weer aan dat zendamateurisme toch nog wel levend is, hè? En dat er toch wel genoeg mensen zijn die ook praatpalers zijn, hè, waar ik mezelf ook toe schaar.
Maar goed, er zijn ook nog andere activiteiten natuurlijk in VF en UF banden. En ik weet niet of dat volgens... Ik heb niet het idee trouwens dat ik veel stations heb gehoord die erg actief zijn op de korte golf. Dat idee heb ik niet, André. Microfoon naar de toer. PF hier, Ger. Ja, gehoord. Ger. Nou ja, ik probeer maar daar ook af en toe wel even tussen te wurmen, hoor. Om daar iets in te doen. En ik moet zeggen dat ik toch ook wel de nodige activiteit hoor. Ja, dat heb ik al meer gezegd. Ik ben nog niet zo lang geherintreed, noem ik dat al maar. Hè. Ik ben nog zoekende. Ik had even het idee, maar dat was echt maar even. Nou, ik heb hier nog een mooi flat in de buurt staan. Dan ga ik proberen om daar een repetitie op te krijgen of zo. Maar die blijkt er al te staan. Dus, was ik net 2 weken te laat. Ja. Maar wel gebruik van. Dat is een beetje lokaal wel niet, maar ik zit hier in Spijkenissen en...